nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? Cause I don't wanna say goodbye. Baby, wait, I know.
Ja, nee, ik kom er altijd op terug. En het liefst op zaterdagochtend. Hè. En vooral als het zeg maar een nederlaag is waar die je weg moet spoelen. Dan wil ik dat eigenlijk het liefst op zaterdagochtend meteen doen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben een hersteltraining gehad. De jongens die niet gespeeld hadden, die hebben een conditionele prikkel gehad. En we hebben het eigenlijk gehad over de wedstrijd waarin we gewoon goed beginnen. De kansen krijgen. Alleen ja, 3 domme doelpunten weggeven. En dat mag niet gebeuren, want... Uiteindelijk denk ik dat de 10 minuten, 11 minuten waarin de goals vallen, dat van doorslaggevend is voor de rest van de wedstrijd. En dat was zonde, want uiteindelijk speelden hun vanuit de counter. Wij hadden het overwicht, wij kregen de kansen. Alleen hun maken de eerste drie kansen die ze krijgen, maken ze. En dat was wel een mentale tik natuurlijk. Is dat dan ook de leerschool uit die wedstrijd? Het mentale, maar ook de kansen die je krijgt? Ja.
Je kan het soms niet veel benutten. Ja, ja, nee, maar kijk, wij willen het liefst zo snel als mogelijk bij de goal van de tegenstander zijn. Hè. En als ik de eerste goal bijvoorbeeld beschrijf, dan is dat een voorzet vanaf de rechterkant. Die wordt weggewerkt. Ja, als je hoog druk wil zetten en de tegenstander wil houden, ja, dan mag je op middenveld niet uitgespeeld worden. Twee man door één speler van Excelsior. En je moet zorgen dat je restverdediging altijd in de discipline hebt en goed hebt staan. En dat hadden we niet. Ja, en dan kom je in ruimtes van 40, 50 meter terug sprinten. En we hadden te maken met een spits die die dag in vorm was. Ja, en dan is het snel op achterstand. En als ik de tweede goal kijk, dat is ook eigenlijk gewoon een simpele lange bal van de keeper. Waar we verwachten dat het buitenspel is. Ja, het was geen buitenspel, want de nummer 10, Niemeyer, die kwam echt uit de tweede lijn. En ja, daar mag je gewoon niet de kaas van het brood laten eten. Daar moet je als laatste linie gewoon baas zijn, ook wel of geen buitenspel. Nou ja, en ja, dat zijn, ik noem het domme doelpunten, maar in ieder geval doelpunten die voorkomen kunnen worden. Ja. Gelijk door, je zei het al, een nederlaag niet meer dan dat. En verder, dan wacht een mooie uitdaging vrijdagavond tegen VVV Venlo. Ja. Ja, goed. En even nog op dat terugkomend, in ieder geval vooruitbordurend, is het dan, kijk ik wel altijd ook naar hoe hebben we gevoetbald en wat hebben we gecreëerd. Hè? En uiteindelijk hebben we in de wedstrijd tegen Excelsior 9 kansen / mogelijkheden gehad. Ook na rust, net voor rust nog de kopbal van Prelo. Ja, je kunt ook gewoon op 1-3 komen, ja, inderdaad. En, maar goed, dan kijk ik even door de stand heen en zeg van oké, als wij dat blijven doen. En de goals gaan maken en wat we net noemden, de doelpunten wat minder makkelijk weggeven in deze wedstrijd. Hè? Want dat was de wedstrijd daarvoor ook eigenlijk prima. Tegen in ieder geval Helmond en PSV hou je 2 keer de 0. Dan ga je daarmee verder. Nou, dan koppel je dat dan aan VVV. En dan is dat een mooie tegenstander die wisselvallig ook begonnen zijn. Hè? Wat spelers geblesseerd, ook wat spelers weg. En die zijn misschien ook nog wel zoekende. Maar voor ons wel een mooie uitdaging morgen om daar weer vanuit ons eigen spel, dat zullen we altijd spelen, proberen om te gaan winnen. Ja. Je speelt je eigen spel. Ga je veel veranderen aan je ploeg ten opzichte van afgelopen vrijdag? Niet heel veel, nee. Wel iets. Wel iets. Ja, nee, maar ik heb de spelers ook gezegd vanaf 1 februari. Hè, vorig jaar ben ik gekomen, moest ik zelf wennen aan de selectie. Nu hebben we wat nieuwe spelers erbij. We moeten gewoon even kijken hoe dat de puzzelstukjes in elkaar vallen. En je weet, ik wil de periodes in de keukenkampioen divisie wil ik gebruiken om daar bepaalde doelstellingen aan vast te plakken. We hebben nu gezegd, totdat de tweede periode begint, hebben wij als staf en de spelers onderling hebben tijd nodig om aan elkaar te wennen en om te kijken van wat team zal het beste kunnen presteren. En zal het best kunnen zijn dat de een of de ander in de komende week een keer op de bank zit of invalt. Dat moeten we gewoon nog even kijken. Daar zijn we naar op zoek. Dus daar nemen we de tijd voor. In die zin, we willen uiteraard elke wedstrijd winnen. Alleen, het ideaalplaatje zou eigenlijk wel in het begin van de tweede periode al moeten liggen. En daar de doelen dan aan vastplakkend, willen we elke periode winnen natuurlijk. Maar is niet dat alleen het enige doel. Nou, wedstrijden gaan natuurlijk om winnen en om de punten. Maar zie je dit dan ook een beetje, die komende wedstrijden in de eerste periode, als een verlengde voorbereiding? Ja, dat is zo. Je hebt een hele voorbereiding gehad en de selectie niet compleet. Ik vind het een voorbereiding is altijd, voorbereiden is om fit te worden en om bepaalde spelprincipes te trainen. Dat hebben we gedaan. Ja, nu gaat het eigenlijk om wedstrijden winnen. Hè. Dus je zit eigenlijk in een voorbereiding waar wel gewoon elke wedstrijd belangrijk is. Want je moet gewoon wedstrijden winnen. Dat hoort ook bij voetbal. En, dus dat is dan wel anders. Inderdaad. 4-5 weken is het tot die vanaf vorige week dat die periode begint. En dan moet je dat zien als een soort van voorbereiding op. Ja, en zeker ook als je op het allerlaatste moment nog een aantal nieuwe spelers in moet gaan passen dan. We hebben spelers wel gezien en sommige spelers kennen we. Maar goed, je moet altijd wel weer kijken naar hoe past het binnen FC Den Bosch, hoe past het binnen je speelwijze. We denken dat goed is, maar dat moet je altijd maar weer afwachten. Spelers komen uit een andere competitie, eredivisie of in dit geval uit het buitenland. Moeten misschien ook weer wennen aan het voetbal in de eerste divisie. Dus dat zijn allemaal dingetjes die moet je allemaal gaan ontdekken. En voor de een gaat het wel makkelijker dan de ander. Terug naar VVV Venlo. Als je kijkt, een van de 3 degradanten. ADO Den Haag, een hele jonge ploeg. Emmen,
een dozijn aan nieuwe spelers. VVV is eigenlijk de club waar het misschien van die degradanten wel het rustigst is gebleven de afgelopen zomerperiode. Ja, ja precies. Die zijn in de Luuten natuurlijk aan het werken. Dat is ook, dat typeert denk ik ook wel Stan Valks, hè, die daar natuurlijk als TD een rol speelt. Ja, kijk, ik ken Sven Braken natuurlijk goed. Hè. Die hebben ze gehaald als spits. Hè. En die is dan geblesseerd geraakt. Nou ja, nu lossen ze dat op met Zorga. En die is dan wel weg geweest voor Interlands de afgelopen week, hè, met Estland. Maar voor de rest is het een ploeg die ook, nou ja, voor ons in ieder geval, zoals wij het geanalyseerd hebben, herkenbaar speelt. Een aantal prima spelers in huis heeft en die zullen... Ja, ze winnen thuis van Almere, maar ze verliezen thuis aan de andere kant weer van Jong AZ. Hè. Dus nou ja, ze zijn wel wisselvallig begonnen ook. Maar ook voor hun zal het misschien weer even wennen zijn aan het eerste divisie voetbal. Hè. Want als je eredivisie gewend bent, dan is dat echt heel anders. En daar moeten wij morgen eigenlijk ook tegelijkertijd dan, hè, want dat hou ik mijn spelers voor, van profiteren. Hè. Niet laten voetballen, snel onder druk zetten. En een bepaalde agressie in de speelwijze leggen. En dan maakt het mij qua namen niet zoveel uit wie er staan. Want dan kunnen wij het gewoon iedereen lastig maken. En dus ook VVV. Ja, een agressie die dan zijn positieve weerslag op de fans moet hebben. Ja. Want dan ziet ze ook die nieuwe spelers, maar ook jou, de steun van de fans. En ook morgenavond, volgens de huidige maatregelen, mag het natuurlijk geen voluitvak zijn. Maar alle kaarten die zijn wel weer verkocht. Dat moet de ploeg ook goed doen. Ja, nee, maar dat is ook zo. Hè. En ik verwerk dat ook altijd in mijn bespreking voorafgaand aan de wedstrijd. Dat die mensen die willen ook wat zien. Die komen. Hè. In het begin heb ik gezegd, hebben ze een jaar thuis moeten zitten en op de bank moeten kijken. Dus ja, geef die mensen een fijne avond. En dat kan je doen. We spelen eerste divisie, dus lang niet alles zal goed gaan. Maar je kan altijd wel strijden. En ik zeg altijd met heel mijn hart moet je voetballen voor FC Den Bosch. En dat wordt gewaardeerd. En ik snap ook wel, je moet niet 5 keer met 5-0 verliezen. Want dan zal het ook wel andersom zijn. Maar kijk, onze intentie moet gewoon zijn, speel met je hart. En heb gewoon plezier in je wedstrijd. Want uiteindelijk denk ik dat je dan ook het best en het snelst gaat presteren. Ja. Laatste vraag. Woensdagavond deze week bestond de Vliert, Stadion de Vliert, 70 jaar. Jij hebt ze nu als trainer, als speler. Wat is jouw mooiste herinnering aan het stadion? Want dan gaan we misschien wel terug naar het oude de Vliert met die Sintelbaan. Ja, dan ga je wel terug naar de speler, Jack de Gier. Volgens mij 4 goals thuis tegen Veendam. Een keer op een hele koude zondagmiddag, dat was wel een hoogtepunt. En uiteraard de halve finale, of eigenlijk alle thuiswedstrijden die we hadden in het bekertoernooi. Sparta-Vitesse-Roda. Ja, Sparta-Vitesse-Roda. Ja. Volgens mij zat Spakenburg er ook nog bij. Ja, die zat er nog voor. Ja, die hadden alles thuis. Dus in die wedstrijden was het natuurlijk ook wel volle Vliert en dat je uiteindelijk de finale haalt. Dieptepunt ook meegemaakt, hè, met de degradatie thuis tegen Twente. De salonremise van Ajax NEC in Nijmegen. Hè? En wij donderden toen eruit. Dus dat ook wel. Maar ja, voor mij de Vliert is wel daar waar het begon, hè, als profvoetballer. En misschien wel daar waar het eindigt als trainer. We zullen zien. Van de Vliert in ieder geval morgenavond naar de Kool. Ja, zo is dat. Ja. Heel veel succes. Okay. Welkom dames en heren in Venlo. We zijn er weer nu dit keer in de Kool, in de bosrijke omgeving hier bij VV Venlo. Dat is dus gedegradeerd naar de keukenkampioendivisie. En vandaag zit ik natuurlijk weer samen met Jos van Helvert. Hallo Jos. Johan, goedenavond. Daar zijn we weer. We gaan er weer voor. Hè? Zeker. 3 nederlagen op rij voor FC Den Bosch. Maar we gaan vandaag voor die overwinning. De Gier natuurlijk bouwend aan zijn team. En u ziet het in beeld staan. De opstelling van FC Den Bosch. Jos, neem die even met ons door. Ja, we zien wat wijzigingen ten opzichte van vorige week. Deze zag ik even niet aankomen, maar ten opzichte van vorige week zien we onder andere dat Soufiane Anag vanavond gaat starten. En ook achterin hebben we een wijziging waar Victor van der Bogert normaal natuurlijk speelt. En die wordt vandaag vervangen door Dylan Ryan, die vorige week ook al minuten maakte. Maar toen was hij pas net overgekomen van Willem II. En die krijgt nu de kans van Jack de Gier om vanaf het begin te gaan starten. We hebben hier een 4-4-2 opstelling staan. Het zal in de praktijk net iets anders zijn, denk ik, met een wat openere rechterkant. Maar dat gaan we zo meteen zien hier in de Kool. Maar ik ben benieuwd wat de jongens kunnen laten zien. Want ze hebben nu natuurlijk weer een week met elkaar getraind. De nieuwe jongens, we zagen vorige week natuurlijk
Preben Stiers ook al spelen. Toen speelde Rick Zuiderwijk vanuit de basis. Die start nu vanaf de bank. Wat ik zeg, ze hebben een week met elkaar kunnen trainen. Dus misschien dat er wat meer automatismes nu in zitten. Ja, want hij houdt dus vast aan zijnzelfde tactiek eigenlijk van de vorige keer. Dat ging natuurlijk voor Kvalikan mis. Terwijl we nu de spelers van FC Den Bosch en het mooie uiterlijk op het veld zien komen met Van der Steen natuurlijk voorop. Dan pak ik even snel de opstelling van VVV erbij, want ook niet daar niet veel bekende namen. VVV 8e met 7 punten, Den Bosch 12e met 6. In het doel staat daar Tsima. We zien Jansen, Koklin, De Graca en Pasionik. Daar komen de spelers van VVV ook het veld op. Munsters, Van Dijk op het middenveld en de nummer 10 is Johansson. We zien ook Bastiaans en Roemer in de spits. Oude bekende van MBV onder andere Joeri Schrooien. Hij in de spits bij VVV dat veel blessures kent. Onder andere Sven Brake, nog even sprake van dat die spits naar FC Den Bosch zou komen. Dat gebeurde allemaal niet, zoals u weet. En ook Danny Post, hij geblesseerd. Dus wel een gehavend VVV. Ja, daar lijkt het wel op. Hè? Want als ik het zo even bekijk, dan staan er ook veel jongens uit de jeugd van VVV in. Dus ik ruik hier wel een kansje voor FC Den Bosch eigenlijk. Vol vertrouwen ook. Hè? Jack de Gier, hij bouwt aan zijn team. En hij heeft veel vertrouwen ook in de spits. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje raar nu wat ik zeg. Hè? Dat we vertrouwen hebben en kansen ruiken. Maar vorige week verlies je met 5-0. Maar dan moet je ook wel in ogenschouw nemen dat natuurlijk de nieuwe jongens die toen in het veld stonden, die waren nog net 2 trainingen onderweg. Ja, je zag duidelijk dat de afstemming gewoon nog niet goed was tussen de jongens die natuurlijk al een tijdje bij ons spelen. En de nieuwe jongens, ze hebben dus een week kunnen trainen met elkaar. En misschien wat automatismes in kunnen slijpen. Gier is toch een trainer die zijn eigen plan trekt. Er is ook wel eens wat kritiek, hè, waarom niet Van Hedel en wel Salasiwa. Ja, dat is denk ik vooral de Gier die dan een strijdplan in zijn hoofd heeft. En dat dan wil... Dat zal inderdaad wel met een strijdplan te maken hebben. Dat zag je vorige week ook al een paar keer. Dat Salasiwa dan een crossbal geeft richting Preben Stiers. Die natuurlijk groot en lang is. En daar kopduels kan winnen. En Jorn van Hedel die is vooral verdedigend heel sterk. Salasiwa is misschien aanvallend iets sterker. Dus ik denk dat dat bij het strijdplan hoort. En voor Jorn van Hedel gaan we ongetwijfeld nog veel horen dit seizoen. Daar ben ik niet bang voor. Ja, weer wat inside information natuurlijk. Want Jos, zoals u weet, werkt bij FC Den Bosch. Hij kent natuurlijk Jack de Gier ook goed. En mocht het zo zijn dan kunnen we natuurlijk ook vragen wat hij weet. Nu staan de spelers klaar om te gaan beginnen aan de wedstrijd. En Den Bosch gaat aftrappen met Jis Hornenkamp. Net Wouter van der Steen toegejuicht door de supporters van FC Den Bosch. 325 zijn het er, Jos, hè? Ja, inderdaad, 325. Het mag niet helemaal vol natuurlijk, maar de kaarten die er waren, die zijn uitverkocht. Dus dat is natuurlijk geweldig om te zien. En ze staan weer volledig achter de ploeg, zoals wij kunnen zien hier, Johan. Hè. Ze zijn flink aan het zingen, Bossenaren. En misschien wel opvallend feitje, want de laatste tijd hebben we alleen maar jonge scheidsrechters gehad. Nu niet. En nu zie ik Kevin Blom hier voor ons op zijn klokje kijken. En waarschijnlijk gaat hij zo over de aftrap blazen. En ik ga gelijk even iets doen, want u gaat mij nu even opzien schuiven. Want ik hoor totaal niet wat mijn collega hier naast me zegt. We gaan voor plan B. Want we gaan voor plan B. Terwijl ondertussen de wedstrijd begonnen is. En dan wordt het een raar programma. Ik hoop dat ik dan in beeld nog ben te zien. Ja, allemaal te regelen. We beginnen gelijk aan de wedstrijd, Jos. Ja, Wouter van der Steen, eerste lange bal richting Ricardo Kip. Die wint daar wel het kopduel, maar dan kan Jis Hornkamp daar uiteindelijk niet bij. Mag VVV de bal wegwerken, kan Den Bosch de bal weer opvangen. En mag Wouter van der Steen het nog maar eens gaan proberen. Dan zal hij weer met een lange bal gaan doen, wilde ik zeggen. Maar hij kiest toch voor een korte bal. Naar Mike van Bijnen, die gaat dan een beetje lopen goochelen, is daar die bal kwijt. Maar Felida kan hem goed opvangen. En dan peert Felida hem naar voren. Zo beginnen we weer wat rommelig, net als de vorige uitwedstrijd. Maar lekker sfeertje hier, Johan, in de koel. Een sfeertje, daarom kom ik al lekker dichterbij zitten. Dat mag natuurlijk allemaal getest. Kans daar misschien van VVV. En dan blijft hij een beetje wankelen daar, die linksbuiten van VVV. En wie is dat dan? Dan moet ik ook even gaan spieken. Kijken wie dat is. Maar hij besluit toch te gaan vallen en daardoor de vrije trap net buiten de 16 voor VVV Venlo. Het is een heel eind weg hier, dus we gaan goed kijken op de rug wie die vrije trap gaat nemen. Weinig bekende spelers, dus we kunnen er ook niet echt meteen op ingaan. Het is nummer 24, klopt dat? Ja, Joep Munsters. Hij gaat denk ik die vrije trap nemen. Indraaiend zal die worden of toch? Ja, er staan er twee achter. Er staat een links- en een rechtspoot achter. Ja, Van der Steen, het zal een indraaibal worden. Daar komt hij. Van der Steen die bokst weg. Maar dan komt uiteindelijk de bal bij de nummer... Wat is het? Nummer 19. En dat is Yachuro Roemer. En die probeert het dan van afstand. Die schiet die bal uiteindelijk hoog over het doel van Wouter van der Steen. En die is aan het zoeken naar een bal om uiteindelijk de uittrap te kunnen nemen. Die krijgt nu een bal teruggegooid uit het publiek.
En dan gaan we eens kijken wat Wouter gaat doen. Want we zien Teun van Grunsven in de 16 meter staan. Ook Dylan Ryan staat in die 16 meter om eventueel kort op te bouwen. Maar het lijkt toch dat Van der Steen zijn manschappen naar voren gaat sturen en uiteindelijk de lange bal gaat spelen. Ja, dat gaat hij inderdaad doen. En dan zien we Den Bosch opschuiven tot de middenlijn. Zal daar die lange bal gaan komen richting de lange Stiers, denk ik. Of hier is Hoogenkamp. Nee, het wordt Stiers. Die mag dan de kopduel daar aangaan. Die wint hij ook. Maar dan kan VV Venlo weer die tweede bal opvangen en mogen ze weer gaan aanvallen. Dan is het Frida toch opnieuw Velida die ertussen zit. Stiers nu, Stiers. Die draait daar goed weg. En speelt er de bal terug naar Teun van Grunsven die voor FC Den Bosch kan gaan opbouwen. Ja, Teun van Grunsven dus ten faveur van Victor van der Boog. Die zal teleurgesteld zijn geweest. Natuurlijk zijn maatje Ryan, die hij nog kent van Willem II. Misschien gedroomd voor hem, maar hij was ook al natuurlijk vrienden geworden met Teun. Hij dus in de basis, Teun van Grunsven, die naar verluidt. Dicht bij een contract is bij FC Den Bosch. Doorgekopt daar die bal van achteruit van Ryan op Hoornkamp. Wel overgenomen door VV Venlo aan de linkerkant. Nu naar nummer 24 Münsters. Moet ook terug. Overgenomen door FC Den Bosch Hoornkamp. Goed gedaan. Aanacht nu. Met wat ruimte. Moet je niet geven. Niemand aan de linkerkant die aansluit. Dat zal een Salasiwa hadden moeten zijn. Die komt niet dan toch nog handig. Aanacht. 1-2 met Leijten. Hij komt daar nog steeds uit. Aanacht. Gooit hem dan voor. Maar daar kwam Hoornkamp net niet lekker weg. Daardoor kan Zima oprapen. En is de kans verkeken. Ja, die bal was inderdaad net iets te scherp van Aanach. Maar dan zie je toch wel weer zijn klasse al een klein beetje. Met een leep balletje op Hoornkamp, maar hij was net iets te hard. En dan VV Venlo alweer in de aanval. Buitenspel. Maar Dylan Ryan kan daar de bal wegkoppen. Maar inderdaad, er wordt gevlagd voor buitenspel. En mag Den Bosch de vrije trap gaan nemen. En dan zal diezelfde Dylan Ryan ongetwijfeld gaan doen met zijn linkerbeen. Ja, die zal dan voor de korte bal gaan naar Teun van Grunsven. En dan mag Van Grunsven weer de oplossing vooruit zoeken via Ricardo Kip. Die speelt hem dan terug naar Van der Steen. Even rust bij FC Den Bosch. Weer die hoge druk, Jos. Hè? Ja, inderdaad. Ze zetten wel hoog druk, maar ze gaan niet helemaal door op de keeper. Wel weer een lastig balletje van Van der Steen. En Velida die het uiteindelijk op kan lossen. Lange bal. Wordt dan weer opgevangen door Velida. Zo is het weer een beetje hotse knotsen. Maar kan daar Den Bosch weer overnemen? Ja, Salasiwa werkt hem dan weer weg. En dan kan VVV waarschijnlijk weer overnemen. Nee, toch een goede actie van Stiers. Die daar zijn directe tegenstander Patjunik wegzet. Hoornkamp, goede bal naar Aanach. Nou, daar komt Stiers voor het doelgeven. Maar in één keer voor zou ik zeggen Aanach. Oh, hij gaat dan voor de actie. Heeft die bal nog steeds met de kluts uiteindelijk. Komt er dan toch die voorzet? Komt hij niet? Komt hij wel? Hij kappen draaien. Nog steeds Aanach. Het is ineens echt gras natuurlijk. Nee, ja. Ja, hij is er inderdaad niet aan, echt aan gewend. En uiteindelijk is er een achterbal voor VVV Venlo. Aanacht die daar wat ruimte zocht om een voorzet te kunnen geven. Die kwam er niet. Ze mag VVV weer een doeltrap gaan nemen. Ja, dat zag er wel goed uit in eerste instantie. Maar het publiek VVV is blij dat die actie niet lukte. Want er was veel gevaar voor FC Den Bosch. Zima dus met de doeltrap. De doelman uit Tsjechië. Een vreemde legioen. Kun je het wel noemen bij VVV, want ook veel Duitsers natuurlijk, hè, erin. Ik zei het van tevoren al, ik denk dat ik 3 jongens ken van deze selectie en dan houdt het toch wel op, hoor. Natuurlijk ook veel jeugd, wat jij zei, maar goed, de doelman gaat nu pas die doeltrap nemen. Die komt dan daar aan de rechterkant, weer bij Aanach en de nummer 2 in duel met Pasjanik. We moeten goed kijken, die speelt ook hem goed door daar naar Roemer. Roemer moet dan voorgeven, maar een goede tackle daarvan, Salasiwa. En hij geeft wel een corner weg. Maar goed, het gevaar is dan in eerste instantie geweken. Van der Steen zet iedereen dan weer op de juiste posities. Ook Hoornkamp zien we mee terug. Net als Stiers. En dan is er niemand van FC Den Bosch die eigenlijk voorin blijft hangen. Daar zal dan de Gier wat zekerheid in willen bouwen. Want dat zien we toch niet, hebben we toch niet eerder gezien, als ik me goed kan herinneren, Jos. Nee, dat klopt. Iedereen mee teruggaat om die fase dan goed door te komen, denk ik. Nou, daar komt de Roemer. Roemer kiest voor de korte bal. Enigszins kort. Speelt hem terug op Pasjanik. Pasjanik gooit ervoor. Dat is niet best. Teruggekopt. En dan kan Van der Steen makkelijk vangen. Dat buitenspel gevlacht ook. Dus buitenspel heb ik niet gezien. Uiteindelijk niets aan het handje. Ja, en dan de vrije trap. Of de vrije trap niet natuurlijk, maar de bal voor Van der Steen. Ja, en die rolt dan weer op zijn beurt uit naar Teun van Grunsven. Die wacht dan even met het balletje breed naar Van Beijnen. Weer terug naar Van der Steen. Mag de Bosch dus weer gaan proberen om een fatsoenlijke aanval op de been te zetten. En dat doet Van der Steen met een brede bal naar Dylan Ryan. Die zoekt dan gelijk de oplossing vooruit. Die ziet hij in eerste instantie niet. Uiteindelijk is dat Stiers. Die wordt dan van de bal geduwd door Patjanik. Maar mag dan uiteindelijk zelf in gaan gooien. En zo kan Den Bosch die inworp gaan nemen via Salasiwa. Dan zien we Salasiwa kijken. Waar ben je, Aanacht? Daar is Aanacht. Dan komt die bal hoog in de lucht naar Hoornkamp. Die verliest het duel van, wie is dat? Nummer 5. Dat is Koglin. En dan is het VVV weer wat het mag gaan proberen. Met die nummer 10. Ja, ik zit heel de tijd te zoeken, Johan, want ik ken echt geen enkele speler van VVV Venlo. Hij komt van Usters, heb ik nog opgezocht. Kijk, maar daar was Van Beijnen weer moeilijk. Die zag de eerste wedstrijd, of de laatste wedstrijd tegen Excelsior ook al niet lekker uit aan die rechterkant. Denk, kom op jongen, laat jezelf zien.
Hij wil natuurlijk de minuten maken hier bij Den Bosch. Hij krijgt nu de kans van de Gier. Maar ja, ja. we zien bij de Gier dat je niet zeker bent van je plek. Het is inderdaad niet dat hij geen opties heeft aan de rechterkant. Nee. En, dus je hebt nog Joram van Hedel, je hebt nog Linus Zimmer eventueel. Dus Mike van Beijnen moet zich zeker laten zien. En dan iedere positie dubbelbezet, daar was hij ook blij mee. Voorlopig gebeurt er weinig. Vandaar dat we dit gesprekje kunnen houden. Ja. En veel dubbelbezet, dat wil je natuurlijk als trainer graag. Ja, dat is een ideale situatie waar je in de voorbereiding vaak ook met hele jonge spelers op pad bent gegaan. Ja, daar heb je nu inderdaad een dubbele bezetting op vrijwel elke positie. En dan heb je ook nog mensen erbij zoals Soufiane Aranach die natuurlijk een extra kwaliteit hebben die we nu aan de bal zien. En dan kun je zelfs een Ryan Leijten die nog steeds maar 17 jaar is en ook gewoon weer in de basis staat vandaag. Die kun je dan... rustig laten ontwikkelen tussen wat meer ervaren jongens. Dat is natuurlijk ideaal. Niet in de problemen. En die neemt veel meters zelfs van Gunsven. Die geeft hem dan af. Dat is slecht gedaan daar aan de rechterkant van diezelfde Leijten. Die wacht dan te lang op de bal. Dat is jammer. En dan moet het oppassen geblazen. Want daar gaat nummer 11. En dat is gooien. Maar Van der Steen zit er goed tussen nu. Die we graag zien onderscheiden van Van der Steen. Hij wil zelf beter. Nou, dit doet hij goed hoor. Van der Steen. En, ja, dit was wel weer zo'n momentje dat die restverdediging weer, hè, Teun van Gunsven dribbelt natuurlijk, het middenveld in. En dan ben je gelijk je restverdediging kwijt. Dat zag je nu ook, daardoor kon VVV daarvan profiteren. Gelukkig was de voorzet niet op maat, zat Van der Steen daar goed bij. Terwijl we zelf een aanval waren eigenlijk, hè? Ja, precies. Dus het zijn wel gevaarlijke momenten, hè, dat je zuiver moet zijn in je passing. Want anders dan krijg je hem aan de andere kant om de oren. Heel even over die dubbele posities hebben. We dachten natuurlijk ook Hornkamp, daar komt Stiers dan bij. Maar blijkbaar is de Gier zo gecharmeerd van deze Belgische spits. Die natuurlijk al doet denken aan, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Bart van der Ede. Ja, jij zei het vorige week al. Daar moeten we hem natuurlijk die druk niet opleggen. Maar dat hij toch anders is gaan spelen eigenlijk. Ja, als ik het goed heb, zei de Gier het ook in de voorbeschouwing vorige week. Dat als ik twee goede spitsen heb, dan stel ik ze gewoon alle twee op. Nou, dat blijkt. En we zien nu Stiers hier aan de bal. Die speelt de bal naar Felida. Kan Den Bosch gaan proberen om misschien wel het doel van Venlo voor de eerste keer echt onder vuur te gaan nemen. Maar die bal gaat toch weer terug uiteindelijk. En weer een lastige bal nu van Grunsven op Felida. Hij lost dat wel goed op. Dan gaat Van Beijnen eroverheen. En als hij hem nou in één keer voorgeeft op Stiers, dan kan het zomaar 0-1 worden. Maar hij geeft hem inderdaad voor. Maar die bal is niet op maat. Die gaat uiteindelijk aan de andere kant van het veld over de lijn. En zo mag VVV gaan ingooien met Tobias Pasionik. Maar daar zagen wij wel die bedoeling natuurlijk van de Gier. Dat Van Beijnen dan over de rechterkant. Ja, dit is die open bestrijd. Rechterkant inderdaad waar hij het over had. Dat Kip wat meer naar binnen speelt in plaats van als rechtshalf. En dan krijg je zulke soort momenten als je dat goed uitspeelt. Pasionik gooit dus in, doorgekopt daardoor die Münsters. En via een boslijf gaat hij dan over de zijde. En dan is de ingooi wederom een stukje verder dan voor VVV. Ja, Juri Schooien dus. We hebben hem vaak tegen ons zien spelen. Hij staat nu in de spits. Volgens mij heb ik hem daar ook nog niet gezien. Hè, dat hij vaak ook wel eens in de linkerkant... Sorry, ik zat even een reactie te lezen. Want we krijgen de vraag of Aanach meer centraal speelt. In principe speelt Soufiane Aranach net als vorig seizoen hangend vanaf die linkerkant. Met twee spitsen. Soufiane wat dieper dus aan de linkerkant. En dan, hij zal natuurlijk vaak het middenveld in zakken. Want het is geen echte linksbuiten. Het is meer een hangende linksbuiten. Dus even die vraag beantwoord op deze manier. Aranach nu aan de bal. Hij langs de tegenstander aan de zijlijn. Hij komt er nog eentje tegen. Daar gaat hij ook langs. Komt die derde. Die is dan te veel. Nee hoor, die heeft hij ook nog. Dan krijgt hij er een... Nee, hij krijgt er geen corner uit, dat dacht ik al even. Maar Aanach loopt daar toch heel makkelijk twee man voorbij. Aan de linkerkant wil dan toch iets te veel nog telkens. En hij kreeg ook geen medestand, moet ik zeggen nu. Dus goed gedaan van de speler die waarschijnlijk nog geen hele wedstrijd kan gaan spelen. Maar de Gier zegt vaak, hij speelt 20 minuutjes en daarna is het toch een hele helft. Ja, vorige week kon hij maximaal 20 minuten, heeft hij een helft gespeeld. Ja, hij was natuurlijk ook erg nodig vorige week tegen Excelsior. Keeper Tsima wacht weer zo lang met de bal in het spel te brengen. Want VVV laat ook wel de bal een beetje aan Den Bosch. Hè? Laat Den Bosch komen en wil dan op die counter spelen. Heeft natuurlijk gezien dat goed werkt. Je hebt ongetwijfeld de wedstrijd van vorige week geanalyseerd. Waar er legio aan ruimte was in de counter. Waar Excelsior natuurlijk ook echt meedogenloos van profiteerde. Meedogenloos, zeker. En elk schot ging ook tussen de palen. Ja, en Stiers had natuurlijk ook daar al makkelijk zijn eerste doelpunt te kunnen maken. Doordat Van Gassel zo'n fantastische redding maakt. Ook hij stond, zag ik, in het elfte van de week, terwijl hij 5-0 had gewonnen. Ja, dat zegt wel iets natuurlijk. Ja. Dat die doelman we lazen wat gemengde reacties over Preben Stiers van de supporters. Terwijl nu Leijten, wilde ik zeggen, Hornkamp in speelt, maar wordt geblokt. Kan Aanach weer overnemen. Maar ja, we lazen... Oh, Soufiane die glijdt daaruit. Dat is niet handig. Dat is jammer. Dan moet...
moet hij het weer oplossen, Aanacht. Ja, hij is prima. Moeite met het veld, hè? Toch even terugkomend op wat ik wilde zeggen. Want persoonlijk vond ik Stiers een prima debuut maken. Had inderdaad een doelpunt kunnen maken, maar je ziet wel dat hij kwaliteit heeft. En dat hij misschien ook als bliksemafleider kan fungeren voor Jesse Hoornkamp. Die natuurlijk vaak op een eiland stond de laatste tijd. Het is diezelfde Jesse Hoornkamp met een verkeerde kaats, kan Joeri Schrooien overnemen. Weer een valpartij daar van Valida. Het is duidelijk dat ze niet allemaal het juiste schoeisel aan hebben. Hè? Want er zijn veel mensen die uitglijden. Ze zijn natuurlijk gewend om op kunstgras te spelen, onze jongens. Maar Heeft hier ook gelegen toch, maar die is eruit. Ja, inderdaad. Kunstgras, ze spelen hier weer op gewoon gras. Wat we natuurlijk allemaal wel prefereren, denk ik. Ik weet niet hoe het met jou zit. Dat is wel lekker als keepertje. Hè? Dan wil je niet op het kunstgras gaan keepen, dan lig je helemaal open. Nee, ik was geen lange broekkeeper, kan ik je vertellen. Niet? Nee. Als het heel koud was, hè? Dan wel eens een keer. We zien hier wel iemand met een lange broek, maar dat is geen keeper, hè? Waar zien we die? Een lange broek, maar in ieder geval een maillot is het, denk ik. Als onder de 20 graden wordt, heeft hij denk ik koud. Ik weet het ook niet. Nou, ik denk dat hij dat doet voor zijn spieren warm te houden. Ja, dat zal ik niet echt van de kou zijn. Dan Bos een aanval weer met Leijten. Gooit ervoor, maar die komt niet bij Hoornkamp. En dan ziet het er niet gevaarlijk uit, maar dat was het eigenlijk wel. Dan had Den Bos wat meer mee moeten doen. Dat is het ook wat flat soms aan die rechterkant. Maar dan toch komt er een grote kans. Dat nu aan de andere kant met VVV. Daar met Bastiaans. Bastiaans aan de helemaal bij de cornervlag. Moet hem dan voorgooien. Komt wel Frida tegen. Gooit hem dan toch voor van de Steen. Wordt daar dan bijna verrast. Bij de eerste palen. Bokst hem dan met één hand. De rechterhand naar de linkerkant over de achterlijn. En dan is de corner. Ja, van de Steen die dan weer alle manschappen terugkrijgt. Veel lang lengte nu bij Den Bos. Met Leijten natuurlijk van Grunsven. En Stiers extra lengte. En kijken of die corner op gaan nemen met twee man daar aan de vlag. Met Roemer en ik denk ook daar dan Bastiaans. Dat is niet te zien hier vanaf hier. Daar komt Roemer, die gooit hem voor. Van de Steen blijft staan. Kopbal van VVV gaat over alles iedereen heen. Dan toch nog VVV aan de andere kant. Komt daar een schot aan van Johansson. Gooit hem ook voor. Dan moet Den Bos een keer uitverdedigen. Dan staat dan weer die Roemer te wachten. Die gooit hem dan hard voor. Goed gedaan. En dat is Hoornkamp die weer moet verdedigen. Hoornkamp, de man die overal is, maakt er dan weer een corner van. Ja, en dan gaan we weer die korte variant zien, denk ik. Waar VVV de bal met twee mensen kort tikt en dan de bal in één keer voor het doel slingert. Dat was gevaarlijk zojuist. En dan komt hij weer diezelfde Roemer. Dat is weer een goede bal. En dan wordt hij opgevangen daar. Dan is het een schot met de rechter. Maar dat was denk ik die nummer 10. Dat is die Johansson. Die een zweet was het, zei jij. Hè? Ja. Maar zoveel mensen achterin en dan toch nog zoveel vrijheid daar op die 16 meter. Joh. Ja, maar volgens mij zijn ze best wel angstig ook voor de lengte van VVV. Want als ik dat zo zie, centraal achterin, dan hebben ze twee flinke jongens staan. Ook die centrale middenvelder is een flinke jongen. Ja. Dus dan zijn we toch al gauw in het ondertal. Ondanks dat we wat meer lengte erbij hebben nu ten opzichte van het verleden. Dus dat zou de reden kunnen zijn. Je hebt daar dan over Brian Koklin en Christopher Dagraca. Dat zijn die twee centrale verdedigers van VVV. Ja. Lange bal nu van de Steen op Hoornkamp. Komt hij dan aan? Nee, niet lekker daar. Overtreding denk ik van Hoornkamp. Ja, en dan krijgt hij het weer aan de stok met de grensrechter. Maar Kevin Blom zal zich toch niet zo snel laten uit het veld. Nou, die is vrij ervaren toch? Ja. Die laat zich niet piepelen denk ik. Nee. Hij ziet er ook wel ouder uit vind ik hoor, Kevin Blom. Vanaf hier. Wat? Ouder? Ouder, een beetje vakantiemodus nog. Linkerkant, VVV nu gevaarlijk. Wie daar schooien denk ik. Even kijken. Voorzet komt daar dan. En dan stond daar iemand helemaal vrij. Maar Valida. Nee, Salasiwa haalt dan de bal dan weg. Ja. Salasiwa die dus een aantal kilometer... Dat was Roemer die voor het doel stond te wachten. Ja, gelukkig corner, dat Salasiwa inderdaad die bal kan wegwerken. Corner. Ryan legt die bal dan daar klaar voor Münsters aan de andere kant. En weer Roemer. Is dat ook weer Roemer daar dan? Ja dat is weer die Roemer. Die valt tot nu toe wel op, hè. Die is veel aan de bal geweest. Nou, gaat die corner dan komen? Zal weer een korte variant zijn. Ja, deze keer met de linkerbeen. Dan komt hij dan. Weer opgevangen door de Johansson. Dan wordt hij er weer ingebracht. En dan is het uiteindelijk denk ik Salasiwa daar, die de bal kan wegwerken. Ja, inderdaad. En dan is het een ingooi voor VVV. Terwijl we nog een vraag kregen, hier zag ik, komt Victor van der Bogert er dan in als super sub in de rust? Nou ja, als we met 3-0 achter staan, dan zou dat zomaar eens kunnen. Maar daar ga ik niet van uit vandaag. Dus laten we hopen dat hij helemaal niet als super sub erin hoeft te komen. Want dan dat zou betekenen dat we of hier een puntje mee kunnen nemen. Of misschien wel op voorsprong staan. Nee, je begint er natuurlijk, dat is een goede vraag ook natuurlijk. Maar ook op de bank hebben we natuurlijk meer dan die dubbele posities. We hebben nog Zuiderwijk, die speelt verrassend. Enigszins verrassend misschien niet. Zit op de bank. Je hebt natuurlijk Berchter nog op de bank. Je hebt wel wat te wisselen nu. Dat is zeker, je hebt anders keuzes. En weer die Roemer nu aan de bal. Die omspeelt daar Salasiwa.
En kan hij misschien een voorzet gegeven? Nou ja, hij draait toch terug naar Pacioniek. Pacioniek dan met de vroege voorzet. Ja, dan is het Van Beijnen die bal kan wegkoppen. Is het de linksachter van VVV die weer kan opvangen? Komt dan weer die voorzet? Is het weer Van Beijnen? Kipt hij de bal slecht aanneemt? Kan VVV het nog een keer proberen? Daar is Johansson met het schot. En ja, als die bal tussen de palen was gekomen, dan had het zomaar eens 1-0 voor VVV hier kunnen zijn. De druk neemt nu wel toe, inderdaad. VVV, ja, beter VVV ploeg. Is wat sterker nu. Ja. En dan Bos, ook Kip daar op het middenveld. Daar verwacht je dan toch wat meer van de hele aantal wedstrijden. Denk je, het komt er. Maar het komt er nog even net niet. Ja, we zagen hem in de voorbereiding tegen NAC Breda. Heb ik hem zien invallen. Toen was hij erg goed. Ja. Toen dacht ik van, nou, dat kan wel een aanwinst voor ons zijn. Maar de laatste tijd is het even ietsjes minder. Maar goed, ook Ricardo Kip is een mens. Nu weer Kip misschien een duel. Wint hij het dan? Nee, maar Van Beijnen krijgt hem wel bij Hongerkamp. Hongerkamp wel lastig voor hem, maar kan dat wel. Goeie op. Hongerkamp met ruimte voor zich. Gaat dan op zoek naar een medestander. Dat zag Leijten niet. Dan moet Stiers, komt er ook niet aan. Jammer, Leijten dan toch nog onervaren lijkt het. Die zag niet dat die bal kwam. En dan kan VVV de zomer hebben met Pacioniek. Dan een goede tackle, hoor. Uitstekende tackle. Dat trapt natuurlijk Blom niet in. Een voorzet van prima, de aandacht. Bal van nu op. Daar komt hij, hoor. Hongerkamp. Nee, sorry. Maar wel een corner, denk ik. Nee, ja, een achterbal. Jammer, ja. Zeg. Hij kwam niet tot schieten, Hongerkamp. Bijna 1-1, maar daar zat die verdediger nog goed tussen, Jos. Oh ja, terwijl ik Teun van Grunsven naar voren zie lopen, die wil daar Sofian Aanag een handje geven. Die denkt dat het een hoekschop is. Maar dan zegt Sofian, ga je eens heel gauw terug naar je centrale positie. Ja, Teun. Teun, ja, dat was bijna comedy capers, ja. Momentje. Maar ja, inderdaad, goede bal van Aanag. Daar kon Jis Hongkamp net niet tot een schot komen. Werd geblokt. En dan kreeg je wat onvertuidelijk die bal tegen zijn lichaam aan. Waardoor VVV uiteindelijk zelf weer de doeltrap mag gaan nemen. Deze keeper heeft tijd genoeg, Jos. Ja, het is ook een flinke keeper. Kun je bijna een dutje doen. Sima, ja, die heeft inderdaad tijd voldoende. Weer een bal van Aanag. Cross richting Hornkamp. Gaat hij die kunnen binnenhouden? Ja, dat lukt zeker. Dan kan de rest bijsluiten. Zie ik Kip voor het doel, zie ik Stiers. Dat is een leep balletje van Hornkamp. Maar dat had de Graza al doorzien. Als ik het goed heb gezien, is dat een Zwitser. Nee, dat was ook een Zweed, hè? Weer een Zweed. Oh, is het een Zweed? Je zou het dan een naam niet zeggen, hè? Nee, dan zou ik eerder Zwitserland of zo verwachten. Ja. Maar hij heeft wel bij Göteborg in Zweden gespeeld, zag ik. En bij Arsenal in de jeugd gezeten. Vorig jaar een paar keer op tv gezien. Vond het een aardige centrale verdediger. Yes. Maar goed, voorzet van Stiers naar Hornkamp. Daar kan Leijten misschien ook bij komen. Nee, daar belandt die bal dan uiteindelijk in de handen van doelman Tsima. En die heeft weer... Lijkt er wel weer een andere rol van Leijten, of niet, Jos? Die toch nou veel meer in die 16 komt. Dan ja, lijkt het wel een het lijkt bijna wel een ruitje op het middenveld, ja. op dit moment. Waar Ryan Leijten als 10 speelt. En je dan Kip en Aanag vanaf de zijkanten ziet. En die komen dan in balbezit, komen die naar binnen. En nu zie je Aanag ook weer een beetje als centrale middenvelder uitkomen. Goede bal van Dylan Ryan. Die had inderdaad Aanag al gezien. Aanag die is constant vrij en die kan dan ook die paasjes geven. Het heeft nog niet geresulteerd tot een echte kans, maar ik zie daar, als dat zo blijft, als VVV er niet om gaat zetten, dan zie ik daar nog wel wat kansen uit voortkomen, hoor, in deze wedstrijd. Maar voorlopig is het Den Bosch wat rustig rondspeelt met Van Beijnen. Nou, Van Grunsven, die gaat dan de bal weer aan Aanag geven, die zakt daar wat uit, nu weer op de 6-positie. Dan kan hij misschien Salasiwa bereiken, maar hij kiest toch voor de andere kant. Daar komt Van Beijnen weer op. Maar uiteindelijk wordt de korte bal naar Velida. Die weer naar Van Grunsven. En zo zien we Den Bosch zoeken naar de ruimtes. Is dit een leep balletje op Stiers? Stiers had eerst in de gaten. Nee, die zag hem niet. Maar die gaat achter die bal aan. En die kan uiteindelijk die bal nog binnenhouden. En dan krijgen we een inworp voor FC Den Bosch aan de linkerkant van het veld op de helft van VVV. Ja, en ik zie Stiers en ik zie echt Bart van der Edo als ik mijn ogen een beetje dichtknijp. Nou, laten we hopen dat hij ook die doelpunten gaat maken die Bart Superbel voor ons heeft gemaakt. Kip komt er dan weer niet aan. Natuurlijk zijn lengte niet om te koppen ook niet. Nummer 10, Johansson, Van Beijnen laat daar weer een gat vallen. Ja, Van Beijnen, dat zie je gebeuren. Gelukkig wordt hij daar verslikt, die speler van de VVV. Zich dan toch nog aan de linkerkant Johansson. Johansson met een 1-2'tje, maar die is te hard. Voor nummer 15. En dat is Simon Jansen. Was wel aan die rechterkant van FC Den Bosch weer heel snel. Ja, klopt. Daar waren we heel snel gezien met z'n tweeën. Daar hebben ze duidelijk een plannetje op bedacht. Om aan die linkerkant van VVV, onze rechterkant, door te komen. Ik heb ze niet geteld, maar we zitten toch zeker wel aan een corner of 5, denk ik inmiddels van VVV. Ja, denk ik ook. En die gaat weer genomen worden door Roemer en Munsters. Daar komt hij dan. Nu weer Munsters. Die mag hem weer voor gooien. Nee, toch Roemer. En dan gaat niemand van Den Bosch ingrijpen. Ja, nu wel. Komt hij tegen de achterkant van de arm van Valida aan. En via een been van Den Bosch kan Van der Steen enigszins moeilijk vangen. Hij heeft hem wel. Ja, dat is natuurlijk absoluut geen hens. Je hoort hier misschien wat
gemorrel. Maar daar kun je geen penalty voor geven natuurlijk als je met zijn rug er naartoe staat en je schiet hem op de elleboog. Daar kwam het volgens mij op neer. Dan zien we Dylan Rijen met zijn linker naar de uitgezakte Rijen Leijten. Leijten naar Valida. En je ziet inderdaad dat Arnag de man is bij FC Den Bosch natuurlijk. Hij komt hem ook halen. Hij komt vrij in positie. Nu creëert hij wat ruimte voor Hornkamp. Bal van Rijen is goed. Hornkamp moet wel uit de 16 gedreven. Dan Salasiba die aansluit. Kan hij er dan wat mee? Toch Hornkamp aan die linkerkant nu. Hornkamp wil hem voor gaan geven. Dat gaat hij ook doen. Wordt geblokt. Is het slechts een ingooi voor Den Bosch. En dan komt Den Bosch er toch af en toe gevaarlijk uit. Ja, je ziet inderdaad. We noemen hem heel vaak Sofyan Arnag. Maar ja, je zei het net al. Dat is natuurlijk onze spelmaker. Die zich nu ook weer aanbiedt. En kaatst op Salasiba. Die kan dan de bal misschien voor geven. Goede bal. Alleen Rijen Leijten komt daar niet voor zijn man. Dan wordt hij weggekopt. Mag VVV weer overnemen met Joeri Schrooien. Die we nog kennen van onder andere MVV en Go Ahead Eagles. Nu dus bij VVV Venlo. Die probeert daar Kevin Vlida te omspelen. Maar Vlida laat zich daar niet zomaar uitspelen. En die glijdt uiteindelijk de bal buiten. Mag VVV gaan ingooien met de rechtsachter Pacionik. Die nog in de belangstelling stond vorig seizoen van Feyenoord, weet ik nog. En die speelt nog steeds in Venlo, zoals je ziet. Zo kan het verkeren natuurlijk. Zo kan het gaan, hè, van in de belangstelling van Feyenoord naar de keukenkampioen-divisie. Rijen ook daar een speler, daar is Jack de Gier erg over te spreken. Natuurlijk een linker centrale verdediger met een linksbeen is wel lekker in je selectie. Ja, dat is, zeker in de opbouw scheelt dat een hoop. Dat zag je ook al een paar keer. Hè? Ja. Ook met die ingreep, toen hij onder druk stond, kon hij met zijn linker ook wegschieten. Ja. Terwijl je als je naar rechter moet dan een probleem hebt natuurlijk. Ingooi nu van Salasiba, meteen verlengd door Arnag. Die komt dan niet aan, maar het is wel direct doorspelen. Nog een keer Salasiba, nu de ruimte is wat kleiner. Met Valida zoekt hij naar de andere kant, duurt een beetje lang. Goeie bal eroverheen naar Leijten. Leijten, doe eens iets moois jongen. Leijten in duel daar met Coglin. Leijten verliest het dan wel, het duel. Dan Coglin schermt hem af, maar Leijten geeft niet op. En dan moet hij nog aan de bak, Coglin. Dan is het toch nog een ingooi voor de jonge Bossenaar, 17 jaar. Ook hij zit dicht bij de tekening van een contract. Hebben we vernomen uit de media. Laten we hopen dat het gaat gebeuren. Rijen Leijten nog een aantal jaar in het blauw en wit. En in dit geval het zwart en wit. Ingooi daarvan van Bijnen. Van Bijnen naar diezelfde Leijten. Leijten blijft in balbezit, moet dan even terug. Zoekt naar Valida. Nee, je gaat er zelf voor. Doet hij, ja, dat is lef speler. Goed gedaan. Kip dan. Nee, het is Van Bijnen. Die gaat naar Valida. Valida terug dan naar Salasiba via de andere kant. Maar wel balbezit voor FC Den Bosch, Jos. Dat was wat we willen zien van Leijten met lef spelen. Ja, zeker. Dat deed hij daar prima. Goede actie van de jonge middenvelder. Den Bosch nog steeds aan de bal. Probeert dan weer een aanval op te zetten. Via weer Rijen Leijten nu. In combinatie met Valida. Maar de ruimtes zijn klein. VVV dat nu wat verder terugzakt dan in het begin. Dit is dan een bal van Dylan Rijen die uiteindelijk niet aankomt bij Salasiba. Maar dat kan natuurlijk wel eens gebeuren dat een bal niet helemaal op maat is. Nou, je kunt even een dutje doen, want dan heb je hem weer. Zima, waarom doet hij er zo lang over? Want VVV wil ook tempo in die wedstrijd willen. Tsjechië gaat alles wel langzamer, denk ik. Ze moeten ook allemaal naar voren, hè, want ze willen duidelijk niet kort opbouwen. Ze kiezen constant voor die lange bal. Alle lange ballen, hè? Ja, maar dat met die lengte natuurlijk wel te... Ja, dat heeft misschien ook wel met de trainer te maken, hè? Want die heeft jarenlang in Duitsland gewerkt. Ja. Daar is natuurlijk, hoe noem je dat, Draufgängers, weet ik het allemaal. Agen, toch, zat hier lang, hè? Klopt dat? Onder andere, ja, klopt. De dritte Bundesliga, volgens mij, daar hebben we nog wat oud Bossenaren spelen. Hij heeft daar ook wel wat succes gehad, geloof ik. Op die lagere niveaus vooral, hè? Dan ken ik het palmarès van Jos Luhukay niet uit mijn hoofd, maar... Hij heeft wel aardig gedaan in Duitsland inderdaad, in Nederland nooit echt... Zover ik het heb kunnen volgen, heeft hij het best aardig daar gedaan. Maar nu dus bij VVV Venlo, Jos Luhukay de trainer. Wel gedegradeerd en ook het vertrouwen gehouden dus, hè? Ja. Pasioniek. Ja, maar goed, hij kwam halverwege het seizoen, denk ik, hè? Ja. Dus daar kon hij ook niet heel veel meer aan doen. Terwijl we nu Ricardo Kip de bal zien inleveren. Die gaat niet lang... Dat was inderdaad een vrije bal. Als hij dit zo blijft volhouden, zou hij inderdaad de wedstrijd niet gaan volmaken. Dat moet toch wel ietsjes beter. We weten ook dat Kip dat beter kan. Hij heeft in het verleden natuurlijk prima momenten gekend. Onder andere bij Almere. Weer Kip. Nu vrijgespeeld tussen de linies. Ruimte genoeg nu, hè? Dan kan Van Bijna uiteindelijk op gaan lopen. Daar komt dat die vroege voorzet. Maar Jesse Hornkamp die stond niet voor het doel, maar naast Van Bijna. Dus ik snap niet zo goed waarom dat die voorzet uiteindelijk kwam. Maar goed, dan mag VVV weer overnemen. Is de omschakeling niet helemaal goed bij Den Bosch? Kunnen ze daar die bal van rechts naar links kosten naar Joeri Schrooien? Sorry. En die Joeri Schrooien die kennen we als iemand die schiet uit alle hoeken en standen. En ook nog wel eens raak kan schieten. Dus het is wel een goede voorzet van Schrooien richting Roemer. Die verliest daar het kopduel van Gaston Salasiba. En werkt Den Bosch de bal weer weg. Maar heeft VVV inmiddels alweer de bal opgevangen. En aan die linkerkant krijgen we weer die Johansson.
Komt daar dan die voorzet? Nee, ze kiezen toch voor een combinatie. Weer Johansson, die kan daar vrij open draaien. Moet Vlida, die daar tegenkomt, hem tegen gaan houden. Maar uiteindelijk een voorzet via een bosbeen in de handen van Wouter van der Steen. Is het gevaar dus weer geweken. Ja, die rechterkant van de bos zal echt beter moeten. En dan zal de Gier ook wel zien. En dan heb je natuurlijk wel wat te wisselen. Je hebt Zuiderwijk op het middenveld. Je hebt Van Hedel ook aan de rechterkant. Dus wat dat betreft geeft dat wel een fijn gevoel. En ook misschien een scherp gevoel voor de mannen die het wat minder doen op het veld. We gaan het straks allemaal zien. Maar voorlopig doet Den Bosch prima mee in deze wedstrijd tegen VVV Venlo. Op bezoek dus hier in de Koel. Nu de bal doorgegeven aan Stiers. Die raakt hem per ongeluk met de hand. Ja, jammer. Dat was een beetje onvertuigend. Stiers is niet iemand die je makkelijk van de bal krijgt. Blessuretje van Jis. Maar ik denk dat hij wel gewoon opstaat. VVV heeft de bal alweer genomen. En Jis zit nog. Maar Blom denkt, ja, ga maar door dan. Die vindt het allemaal prima. Jis blijft gewoon zitten. Met een blessure, maar hij staat nu dan toch gelukkig weer op. En dan kan VVV verder. En Horenkamp ook aan de linkerkant. Nu VVV weer met die Munsters. En Johansson, die is ook veel aan de bal. De nummer 10 is logisch natuurlijk. Wordt hij weer afgestopt. Geen corner dit keer. Dat deed dan van bijna goed. En is het slechts een doeltrap. En Blom, ja, die laat zich niet onder de... Die is daar niet van onder de indruk van dat geklaag en gezeur van de spelers. En dus ook niet van Jes Horenkamp zojuist, die daar bleef zitten. En Blom zag al lang, ja, er is niks aan de hand, joh. Ja, je had het net over Mike van Bijnen, die daar inderdaad goed een doeltrap voor Den Bosch versierde. En daar krijgen we nu dus ook een vraag over van Twan van Litsenburg. Van Hedel en Zimmer hebben toch veel meer potentie als Van Bijnen. Weinig spelinzicht, die gast. Ja, nou goed, dat laatste wat je daar zegt, dat zal ik maar niet herhalen, want dat is een insinuatie. Maar ja, inderdaad, misschien dat Van Hedel en Zimmer in potentie... meer hebben dan Van Bijnen. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar ja, op dit moment kiest Jack de Gier voor Mike Van Bijnen. Daar zal hij zijn redenen voor hebben. En ja, misschien kunnen we het hem straks off the record vragen en de volgende keer het vertellen. Maar ja, dat gaan we zien. Onder record durf ik ook wel, hoor. Ja. Als hij slecht heeft gespeeld. En dan ja, komt, als er weinig aanleiding toe is. Ja, kijk, waarom als hij slecht speelt, blijft houden, dan moeten we het kunnen we natuurlijk vragen. Maar goed, we willen natuurlijk liever dat het goed gaat. Ook met Mike Van Bijnen en ook met Joran van Hedel en ook met Linus Zimmer natuurlijk. We gaan kijken. We hebben allemaal hetzelfde doel uiteindelijk. Daar komt de uittrap van de steen. Die komt op het hoofd daar van die lange man daar, nummer 12. Die is echt lang, hoor. Die Stan van Dijk ook. Die speelt dus voor Danny Post. Danny Post geblesseerd. De captain nu een goede ingreep van Kip. Van Bijnen speelt door op Horenkamp. Te hard. Dan kan Horenkamp er niks mee. Moet hij hem heroveren. En zo is het toch weer aan die rechterkant. Dan heeft VVV ook wel in de gaten. Want alles gaat daar over die kant van Den Bosch naar voren. Stream het beeld, ja, dat zouden we wel willen, maar dan hebben we een groot probleem als we het beeld gaan streamen. Dan hebben we zomaar een kleine boete, denk ik. Hè? Ja. En die boete is daar op de slechte bal. Ja, een hele goede bal. Hele slechte bal, dankjewel. De Graka, nee, het is Koglin. De Duitser is het, hè? Koglin. Die het dan. Jij hebt echt je huiswerk gedaan, hè? Hoezo? Ja, als ik iemand Zwitser noem, dan zeg je nee, dat is een Zweed. Ja, dit is een Duitser. Ja. Nou, ik zal je vertellen, ik zal je ook vertellen hoe lang het is geleden dat we hier hebben begonnen. 12-3-2004. Kijk. Toen was je er al, hè? Ja, toen was ik er al, ja. 1993. Nee, dat is flauw natuurlijk. En er waren nog doelpunten van Powell, hè? Kolk, Santi Kolk. Ja, nu spelersmakelaar, geloof ik. Nu even opletten, want Den Bosch weer in de aanval met Anach. Anach, de vrije man, wordt nu aangespeeld door Salasiva. Salasiva naar Horenkamp aan de linkerkant van het veld. Kort opgezeten. Nu duurt het een beetje lang en dan moet Den Bosch iets anders gaan proberen. En dan gaat het ook doen via Dylan Ryan en Teun van Grunsven. Ik zal je sterker vertellen, ik ben hier zelfs nog bij geweest dat we in een derde play-off duel verloren. Met Frank de Moerje, Anthony Leurling die tijd, Paul Beekmans. Terwijl Ryan Leijten nu misschien een schot op het Venlose doel mocht proberen. Maar hij koos uiteindelijk voor een steekpas die niet aankwam. Jij zegt Leurling, ik zie hier nog een andere doelpunt te maken. J. Guskens in 95. Nee, ja, die kennen we ook, hè? Die kennen we ook ergens van, hè? Ja, Jan Guskens hier, toen Leurling in zijn eerste periode Den Bosch hier Den Bosch op voorsprong schoot en Guskens... Het afmaakte 2-0 van Den Bosch. En dat was geen bijste goed jaar. Of toen al wel. Dat weet ik eigenlijk niet meer. 94, 95 is een van de zwartste jaren. Ja, toen was ik er al bij. De zwartste jaren in het historie van FC Den Bosch. Qua resultaten in ieder geval. Ja. Terug naar de wedstrijd nu. Met ingooi voor Den Bosch. Salasiva aan die linkerkant. Ja, we krijgen een vraag wie er de betere ploeg is. Dus misschien dat jij daar antwoord op kunt geven. Ja, dat is lastig te zeggen. Maar in het begin was het VVV. Maar Den Bosch doet zeker niet onder. Qua kansen is het wel VVV. Dat is duidelijk. Ja. Maar qua spel... Het is een beetje rommelig nog, hè? Nu, maar het gaat ruimte. Wel alle kanten op inmiddels. Aan die rechterkant met Van Bijnen, maar doet er dan wat mee? Nee, die gaat weer terug. Die gaat naar Van Grunsven. Van Grunsven moet het dan doen. Dan is die lef en het durf is het daar niet. En dan krijg je ook aan die hele rechterkant natuurlijk ook geen bal daarbij bijvoorbeeld aan de rechterkant Leijten, hè? Nee, terwijl we nu Arnach weer aan de bal zien. En dan weten we gewoon, dan komt er weer zo'n paasje.
Deze keer is hij op de diepgaande kip. Die probeert hem dan naar Stiers te koppen. Oh, die bal is kort. Terugspeelbal naar de keeper. Ja. Die wat te kort was. Stiers die kon daar bijna van profiteren. Maar hij kwam daar net, net wat centimeters te kort om die bal binnen te kunnen tikken. Maar ondertussen zag ik hier een vraag voorbij komen van Marcel Haberaak. We hebben veel vragen vandaag. Blijf ze vooral insturen, want wij behandelen ze graag voor jullie. Maar Soufiane Anah, of hij beter speelt dan vorige week? Nou ja, beter, ja, dat wil ik niet zeggen. Ik vond hem ook niet slecht invallen hoor, tegen Excelsior. Had wel wat balverlies inderdaad, maar dat hoort ook wel een beetje bij het spel van Anah. Die neemt natuurlijk veel risico om uiteindelijk, als het ook goed gaat, ook een doelkans te kunnen creëren. Dus, zeker meer zijn stempel ja, dan vorige week. Maar je ziet ook gewoon dat de opstelling is erop aangepast. Ja. Hè, zodat hij vaak vrij kan komen. Want dan is hij levensgevaarlijk met zijn traptechniek. En, dat heeft al een paar keer tot aardige passes geleid. En, weer diezelfde Anah nu aan de bal. Krijgt daar Roemer in zijn rug. Poort dan even Pachonik alsof het niks is. Poort dan nog iemand. Ja. Maar dan wordt hij inderdaad iets slim, te fel op zijn huid gezeten. En de ervaren scheidsrechter Blom die had dat wel in de smiezen. Die zegt vrije trap voor FC Den Bosch op de helft van VVV Venlo. En dan komen de lange mannen van FC Den Bosch naar voren. Inderdaad, zie je ze komen. Teun van Grunsven, Preben Stiers, die stond er natuurlijk al. Dylan Ryan die komt ook mee. Dylan Ryan is niet de langste, maar ik weet wel dat hij prima bij onze club past. Met heel zijn hart speelt. Daar komt dan die bal van Anah. Handje de lucht in, daar komt hij. Dat goed, is een echte prima bal, goed gekiept ook. Maar dat was bijna de rebound van Jis Hornkamp. Maar die bal die gaat over het doel en belandt tussen de fans van VVV Venlo. En dan mag Tsima weer gaan uittrappen. Ja, daar gaan we weer. Hè. Even kijken, wat is het? Ik zeg 20 seconden. Ja, dat kunnen we een hoop doen in 20 seconden. Hè. Hij gaat hem in ieder geval op zijn gemakje nemen, dat iedereen van VVV weer in positie kan staan. Dat was een goede reactie nog van Jis Hornkamp. Meer kon er niet mee doen. Het was een soort volley hè, die hij nog wist te nemen. Vanaf de grond stuitte hij tegen zijn voeten aan. Hij drukte hem bijna nog in het doel. Want de doelman van VV Zima stompte de bal van Anah weg. Nu kan Van Bos met Kip. Kip heeft heel veel ruimte. Wat kan die Kip? Krijgt hij hem nog bij een medespeler? Nee jongen, wat doe je? Ricardo Kip schiet hem zo tegen zijn tegenstander aan. Heb dan lef en ga zelf. Kap een spelertje uit of doe er iets anders mee. Je zag dat hij te weinig snelheid had. Hè? Dus hij probeerde die bal nog te chippen naar Stiers. Ik ga er toch voor pleiten. Als het zo blijft dat Kip gaat vervangen worden deze in de rust. Dat zou zomaar kunnen. En dat lijkt me ook niet onterecht. Jammer, want er is daar veel ruimte aan. Toch de Ajax-opleiding genoten, hè? Ricardo Kip. Ja, zeker. Ja. Maar goed, wie zou jij erin zetten dan? Naar Zuiderwijk, maar ik weet niet of je daar kan spelen. Ja, die kan daar zeker spelen. Terwijl we inmiddels alweer in de aanval zijn met Salasiwa. Mocht hij hier Pachonik uitspelen, gaat daar een voorzet komen. Maar dat lukt niet helemaal. Training, maar die wordt Anah, die pikt hem op. Krijgen we weer een individuele actie. Oh. Prima actie weer van Anah. Ja, het lijkt wel of wij de Anah fanclub zijn, maar het is gewoon de realiteit. Er komt dan een voorzet van Salasiwa, tweede paal bij Hornkamp. En die komt daar voor keeper Tsima en dan komt hij verkeerd terecht. Krijgt hij wat bier naar hem toe gegooid. Inderdaad, daar hebben wij volgens mij een vooronderzoek voor gehad. Dus dat komt hier ook. Bereid je voor VVV Venlo zou ik zeggen. Doelman Tsima lijkt daar ook geraakt door Hornkamp. Was niets aan de hand, was een duel. Hornkamp en Tsima hebben allebei pijn. Nou ja, het was ook een klein blundertje misschien wel van de keeper. Hij ging gewoon goed door, vond ik persoonlijk. De keeper ging goed door, maar Hornkamp ging gewoon goed door. Maakt de keeper gewoon lastig. Het mag ook. Ja. Het was net buiten die 5 meter. Kijk, want daar ligt hij ook nog. Net buiten die 5 meter. Dus ik denk wel dat dit mag. En Blom dus ook. En doelman Tsima. Die doelman die weet ook wel dat hij blijft die liggen, kan blijven liggen. Want ik hoef er toch niet uit. Nee, vlugger was hij al niet. Dus dan hebben wij weer even ruimte om wat vragen te beantwoorden. Want ze stromen werkelijk binnen vandaag. Even kijken. John van den Hout, hoe is de samenwerking tussen Hornkamp en Stiers? Nou, goed, wat vind jij? Goed, vind ik. Ik vond hem vorige week beter dan nu. Want nu heeft hij het wel lastig tegen wat langere verdediger lijkt het als Stiers. Het is ook wel een hele rommelige wedstrijd tot nu toe. Maar je ziet vooral dat die rechterkant veel open komt. En dan, voelt zich wel lekker, toch? Maar ik denk dat het voor Jis ook wel goed is om, wat ik daar straks al zei, om een bliksemafleider te hebben. Dat hij zelf wat meer vrijkomt soms. Want hij is natuurlijk altijd maar aan het knokken met die centrale verdedigers. Altijd volle bak die duels moet hij pakken. En daar kan Preben Stiers nu ook minimaal de helft van overnemen. Dus dat is misschien een voordeeltje. En wie weet gaat dat nog wel tot wat mooie kansen leiden straks. Terwijl de spelers nu wat te drinken nemen langs de kant. Daar is ook wat aanwijzingen. De Hoon, hè? Als ik het goed zeg toch? Jan de Hoon, hè? Volgens mij is het William van Overbeek. Ook maar allemaal zou ik zeggen. Ze zijn allemaal aan het coachen. Stukje terug ook De Hoon en Vos, iedereen.
probeert nog wat om te zetten, denk ik. Terwijl het toch aardig gaat. Alleen die rechterkant is natuurlijk zwak. Daar ligt wel de Achillesziel van FC Den Bosch nu. Maar goed, het gaat al een stukje beter. En dat aanvallend op zich moet dat ook wat beter gaan. De keeper is weer helemaal opgelapt. En we dachten al, het zal hem wel meevallen. Inderdaad, prima. Het was gewoon een duel en die verliest hij. Ja, dat vindt hij lastig natuurlijk. En dan ga je maar even blijven liggen. Ja. En zo werkt dat natuurlijk. Zo werkt dat. Jij moet het weten als keeper. Ik ging ook gewoon door, Jos. Hoppakee. Je weet dat dat kan gebeuren. De hoge ballen zijn altijd wel lastig natuurlijk voor een keeper. Dat bleek wel. Weer aandacht. Die gooit er dan weer eens hoog in. Nu denkt Jis, gaat er niet achteraan. Maar Jis ziet er niet goed uit. Verstapt zich. Die gaat eraf. Ja, die gaat wisselen, denk ik. En dan gaat het publiek natuurlijk daarop reageren. Terwijl die keeper telkens 20 seconden over een bal inspelen doet. Vinden ze dit wel vervelend, ja. Ja, maar dat is het bekende spelletje, toch? Ik denk wel dat Jis, die stapt daar heel moeilijk. Die gaat dat niet redden, denk ik. Nee, ik denk dat hij eruit gaat. Want hij probeerde achter die bal van Ana aan te sprinten. En leek zich inderdaad te verstappen. En ligt nu op de grond. Paul Eichelsheim is er nu bij de verzorger. 30 minuten gespeeld. Jis Hoornkamp moet hij dan naar de kant. En dan verwacht ik wel dat de tactiek gaat veranderen, Jos. Dan zit ik even te kijken wie dat er nu warm loopt. Ik zie Sebastian van Bakel daar. Van Bakel, zou die erin komen? Nee, ja, daar komt iemand anders in. Die gaat al uitkleden, Kaar. Wie is dat? Kan het niet goed zien. Kunnen we niet zien, hè? Kuipers, denk ik. Het lijkt op Kuipers. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. Hoornkamp naar de kant. Nee hoor, die gaat niet verder. Hij kan niet eens naar de kant lopen. Paul Eichelsheim zegt, hou je maar aan mij vast. Ik vraag me af, is het dan zijn rug? Want hij... Zijn zij... Hij lijkt ook een beetje aan zijn onderrug te voelen. Ja. Nee, het is klaar voor Jis Hoornkamp. Daar komt Jan de Hoon met een papiertje. Ja. Dus die gaat inderdaad niet verder, Jis Hoornkamp. Dat is wel een aanlating voor FC Den Bosch. Natuurlijk topscorer Jis Hoornkamp. Met twee man nu van het veld afgetild. Inderdaad, Roy Kuipers voor Jis Hoornkamp. Dan denk ik 4-3-3 of gaat hij gewoon dezelfde tactiek blijven spelen? Nou, dan zal het inderdaad meer een 4-3-3 gaan worden. Met alleen Preben Stiers als aanspeelpunt. Goed, het is natuurlijk een nachtmerrie voor Den Bosch. Maar gelukkig is er wel een andere spits Stiers nog die je hebt. Anders had je helemaal niks gehad. Ja, precies. We hebben nu inderdaad wel een backup. En dan zien we Roy Kuipers. Ik zit even te kijken, want hij leek naast Stiers te gaan spelen. Maar het wordt toch meer een 4-3-3 nu. Met Kip en Felida als controleurs. Ryan Leijten op 10. Dan voorin Kuipers, Stiers en Aanag. Ook Aanag. Ook Aanag zien we inderdaad alweer een beetje hurken. Ja, ook hij pijn. Ja, die heeft natuurlijk weinig gespeeld. Maar haal je de twee beste maar eens even weg. Ja, dan wordt het natuurlijk weer billen knijpen. Dan wordt het lastig. Maar goed, we hebben ook zijn rug, Jos. Ook zijn rug lijkt hij telkens aan te voelen. Dus, we hebben nog een minuut of 6 te spelen hier in Venlo. Zuivere speeltijd. En daar komt dan een crossbal van VVV Venlo, maar daar staat die Johansson weer buitenspel. Zo leek het even een periode te zijn waar VVV leek te gaan stormen. Hè? Maar dat is toch wel, die storm is toch wel gaan liggen. Ja, ik ben het toch altijd iets meer controle nu. Dat het altijd weer dan de beste, een van de beste spelers die er dan afgaat. Ja, dat klopt. Maar pech. Hij gaat daar goed door bij die keeper. Maar aan de andere kant neem je ook natuurlijk een risico door volle bak erin te gaan. Dat je ook of geraakt kan worden of verkeerd terecht komt. Had kunnen scoren in dit geval, dus ik snap het wel. Ja, daarom. Ik snap het ook. Ja. Maar ja, dat is ook het risico wat je daarmee neemt. En Bos lijkt ook deze keer valt het niet goed uit. Aangeslagen even in het spel. Moet ook even herpositioneren natuurlijk. Vrida wijst nog wat naar Stiers. Stiers moet nu dus centraal aan de punt gaan spelen. Kuipers en Aanag. En Aanag is natuurlijk ook helemaal geen links buiten echt. Moet daar dan aan die linkerkant gaan spelen. Nou, dan zal hij niet lang volhouden, Aanag. Dus ik denk ook in de tweede helft dat hij niet meer terugkeert. Zeker als je hem aan zijn rug ziet voelen en aan zijn bijbenen. Dan Kuipers voor het eerst. Kuipers goed aangenomen hoor. Heeft daar die vrijheid en hij weet dat hij kan schieten. Kuipers schiet al tegen iemand aan. En dan komt die bal bij Stiers. Die laat hem over de zijlijn gaan aan de linkerkant. Kuipers speelt wel met vertrouwen. Dat is goed om te zien. In ieder geval de vervanger dus voor Jis Hoornkamp. Die geblesseerd is. 40 minuten gespeeld hier in de koel. Er zullen wel een minuutje of 3-4 bij komen denk ik. In deze eerste helft van blessure. Behandelingen. Aanag met de ingooi nu naar Leijten. Leijten, Kaats met Aanag. Lastig hoor, Leijten. En dan ben je hem alweer kwijt. En dan kan VVV in de counter oppassen nu geblazen. Schooien, krijgt hij hem dan voor? Jazeker, naar Johansson. Ja, inderdaad. Johansson die daar het duel aan gaat met Van Beijnen. Daar probeert hij er links omheen te gaan. Maar is Van Beijnen die zich goed terugknokt en uiteindelijk de bal kan blokken. Krijgen we een hoekschop van VVV Venlo. Dat zal hoekschop nummer 7 of zo al wel zijn.
En gelukkig is daar nog niks uitgekomen, maar het zijn toch elke keer wel gevaarlijke hoekschoppen. Want iedere keer is de tweede bal die voor VVV Venlo is. En dan komt dan of een opnieuw een voorzet uit of een schot. Dus laten we zien hoe het nu gaat lopen. Kijk even naar de corner, kijk even naar Horenkamp, die komt hier voorbij. Ja, die komt hier inderdaad voorbij. Daar komt die bal van Roemer. Voor het doel. Oh, daar valt hij goed hoor. Goeie redding zeg van Wouter van Goeie redding. Die wereldredding van Wouter van de Steen hoor. Ja. Want die ziet een kanon op zich afkomen joh. Ja, die telde ik inderdaad al. Die kan je tellen hoor. Wat een redding en van Wouter kan van de Steen. Misschien en dan de uit als Prebis Tiersa de bal geeft naar Sofian Aanag. Is die goed? Oh, die bal is niet helemaal nog goed. Nog een keer. Nu Aanag naar Kuipers. Kuipers met zijn linker. Kuipers. Oh, jongen toch. Dat was bijna de 0-1 voor FC Den Bosch. Dan wist je hem gelijk eerst. Aan de andere kant Wouter van der Steen echt een wereldredding. Nou, weer gaan. Die bal die viel wat gelukkig voor een voet van een speler van VVV. Dat was een kanonschot hoor. Maar dit was echt, die telde ik echt al. Die voelt hij aan zijn handje nog wel denk ik Wouter van der Steen. Eén hand kreeg hij er tegenaan, was voldoende. En opgeruimd, nu ook pijn bij VVV. Maar wij hoeven hem niet eens terug. We zien hem op ons netvlies staan, de redding van Wouter van der Steen. Ja, ja, ik kan daar genieten, net als een doelpunt bijna van. Ja, zo snap goed ik. Was die redding. En zo willen we hem weer zien hè, Wouter van der Steen. King Wouter, ja. Als dit geen wereldredding meer is, dan weet ik het ook niet meer. Want vanaf die afstand, ik denk dat het een penalty stip is. Hij wordt nu ook toegezongen, hè? En terecht. Ja. Het was inderdaad een penalty stip. Ja, normaliter is dat gewoon altijd een doelpunt als je hem dan tussen de palen krijgt. Maar hij heeft dat vertrouwen ook echt even nodig. Lekker voor Wouter van der Steen. Hij krijgt nu ook het handje van Schooien. Want schoot hij dan Schooien? Ja, ik weet niet of het Schooien was. Misschien maar in ieder geval wel. Krijgt hij een high five of in ieder geval een complimentje van de speler van VVV. En ook van Grunsven. Nu. En dan kun je met al je ervaring kun je 30, 31 jaar zijn, maar dan ben je toch nog altijd blij natuurlijk als je zo'n redding maakt. Ja, natuurlijk. Je moet even lachen wat er gebeurt. Ik vraag of mijn bier lekker is. Maar volgens mij is het duidelijk te zien. Het is toch echt Pepsi Cola. Dus wij zijn hier alle twee 100% nuchter. Kunnen we niet meer uitzenden hè? Als jij aan het bier gaat. Nee, dan laten we het allemaal niet doen. Want dan gaan we hele andere capriolen krijgen, denk ik. Ja, Aanag ook voelend aan zijn rug. En Salasiwa staat er een beetje bij te masseren, zo lijkt. Ja, die wil je natuurlijk ook in je ploeg houden. Dat zal hij niet kunnen meer. Hè. In de tweede helft zal hij wel voorafgesproken al moeten gaan wisselen. Ja, misschien maximaal een kwartiertje nog. Maar. En dan doe je natuurlijk wel een jasje uit met Horenkamp en Aanag. Gelukkig dus andere spelers op de bank. Wie verwacht jij dan van Aanag terug? Ja, dat is lastig. Misschien, ik denk dat hij dan of Rick Zuiderwijk gaat brengen. En dan Ryan Leijten naar links gaat. Of dat hij eventueel Van Bakel of Mo Berthe brengt. Maar ja, dat zijn wel echt typische buitenspelers. En Aanag speelt een beetje als hangende buitenspeler. Bogert loopt warm, Victor van der Bogert. Ja. Hey, je noemt hem Berthe, maar hij zat wel in de pickorder nu nog achter Roy Kuipers. Ja. Roy Kuipers die eigenlijk afgeschreven was bij FC Den Bosch en Vitesse. En dan toch zich terugknokt. Dat is natuurlijk ook weer een jongensboek, hè? Ja, Roy die mocht in de voorbereiding aansluiten op amateurbasis. Die wilde kosten wat kost slagen bij onze club. Dat valt alleen maar te prijzen natuurlijk. En hij is best aardig aan het seizoen begonnen. En hij mocht nu dus invallen voor Hoornkamp. Kreeg net al twee keer de mogelijkheid om te schieten. Had bijna de 0-1 op de voet. Ja. Terwijl volgens mij VVV net gewisseld heeft. Daar hebben we helemaal niet mee gekregen. Nee, wij zijn natuurlijk gefocust op Den Bosch. Ja, inderdaad. Maar na die fantastische redding van Van der Steen bleef er iemand liggen van de Venlonaar. En die is uiteindelijk uit het veld gegaan. Terwijl we nu aan de linkerkant die Johansson volgens mij weer zien. Die daar het duel aan gaat met Van Beijnen. Die hebben we inderdaad meegekregen. Sorry, ja, dat 4 minuten extra tijd erbij komt. Nog even 4 minuten volhouden. Krijg je hier wel een uitdaging, Jos. Kijk even. Lees jij hem maar voor. Kampioenswedstrijd. Ik durf hem al aan, hoor. Als FC Den Bosch de kampioenswedstrijd speelt, wil ik jullie echt zien zuipen. Oh, nou, zuipen in ieder geval. We pakken een drankje dan, hè. Zuipen. Oh, ja, inderdaad. We drinken wel eens wat, maar zuipen, dat is wel een tijdje geleden, moet ik eerlijk bekennen. Dan gaan we hier met een biertje wel zitten. Niet hier, maar ergens waar we dan zitten. Als de kampioenswet is, die gaan we wel aan. Die dan durf ik best hier met een biertje te gaan zitten. Niet in de koel, maar... Niet hier, maar ergens waar we dan ook misschien zijn. Hè? Ja. Nee, die gaan we wel aan. Maar goed, eerst deze corner maar eens weg zien te werken. Dat doet uiteindelijk Salasiwa. En dan zal het nog een minuut of drie zijn, denk ik. Ja, dus het was de zevende hoekschop, want je hebt hier de statistieken in beeld bij... VV op dat mooie ledboard. Ze hebben hier zelfs een hoekschopsponsor, zie ik. Dus, en wat je allemaal met zo'n ledboard kan, hè, Den Bosch. Ja. Ja. Hoe ver schop jij het? Je ook eens even inbrengen bij de club. Dat er wel mooi staat, zo'n mooi ledboard als scorebord. Ja, wie weet. Ja, wie weet.
Goed, Den Bosch weer overgenomen met Valida. Wordt dan getrokken, maar blijft in balbezit. Valida speelt ook weer vandaag prima wedstrijd. Daar is Dylan Ryan. Die staat hier op het formulier met Dylan Ryan Alonso. En inderdaad, ja, ook Jan Martens van de Brabants Dagblad was totaal verrast. Maar ja, het heeft ook Spaanse roots. Spaanse roots, ja. 4 minuten extra blessuretijd, daar zitten we inmiddels dus in. Goed gedaan van Preben Stiers. Die kan nog wel eens wat inzetten. Kijkt hem op Kuipers, die gooit hem voor op Stiers. Maar goed weggekopt daardoor nummer 3, de Krakka. Da Krakka moet ik zeggen. En dan Bos doet echt niet onder voor VVV. En zeker niet de tweede fase in de tweede helft. Velli daar nu. Wordt daar neergehaald. Goed gezien door Blom. Die domme overtreding van die Schlooijen. Op slag voor rust. Je ziet wat het verschil is, hè, met een ervaren scheidsrechter. Ja, domme overtreding zeker. En Blom, nu krijgt Den Bosch dus nog de kans om die bal een keer voor het doel te slingeren. En dat hebben Arnag al eerder zien doen met zo'n vrije trap. Al die ballen gevaarlijk, Jos. Dat was echt een gevaarlijke bal. Dus we gaan zien wat hij nu weer uit die rechtervoet daar komt die bal aan. Arnag gooit hem voor. Weer een goede bal. Nee. Hij komt net bal bij Stiers. Te hard, hè? Jammer. Ja. Ik had stiekem nog de hoop dat hij misschien wel met een stuitje zou binnenvallen bij de tweede paal. Maar ik dacht, de keeper had het wel. Dan heeft hij hem, maar dat was dus niet zo. Stiers. De Tsjechische keeper die had het in de gaten. Die heeft weer tijd genoeg. Die heeft duidelijk zin in de rust, volgens mij. Ja, dat had hij al de vlucht al. Ja, dat had hij van minuut 1 al. Ja. Ook weer zo'n lekker balletje van VVV dat eigenlijk niet goed speelt nu meer. Die heeft eventjes aangezet. Maar Den Bosch is eigenlijk nu wel de baas. Ook in balbezit. En kansen komen er ook steeds meer voor FC Den Bosch. Vind je daar nu op eigen helft helemaal terug naar Salasiwa. Die schiet hem dan wel uit, dat is jammer. Terwijl we daar van Den Bosch inderdaad van Bakel en van de Bogert zien warm lopen. Nog iemand daar van Den Bosch? Nee, dat is gewoon de keeper van de VVV. Die loopt ook nog steeds warm, ja. Die staat meer naar het spel te kijken. Je kunt maar warm zijn, toch? Je kunt maar warm zijn. Ook dat duurt lang. De ingooi is goed wel van VVV. Komt hij dan nog bij Passionique? Ja, die krijgt hem... die krijgt hem niet goed mee. En dan is de ingooi van Den Bosch helemaal bij de cornervlag. Nu ongeveer wel rust zijn. Zullen we nog één vraagje beantwoorden van Luc van Iersel. Vinden jullie Van Beijnen niet een type speler die als rechtsback van ons naar een club in Tilburg ging? Ik denk dat hij dan Kees van Buren bedoelt, want ik noem gewoon maar de naam. En wat vind jij? Vind jij het Kees van Buren type? Klasse. Ja, kan ik wel inkomen. Ik vond Kees van Buren aanvallend wel ietsje sterker dan dat Mike van Beijnen. Ik vind Mike van Beijnen... Ik deel een beetje de mening van Van Hedelon op. Mm. Maar goed, ik ben natuurlijk de trainer ook niet. Dat kan nog komen. Misschien zijn er wat afspraken. Je weet het natuurlijk niet. De Gier heeft wel vertrouwen in. Het seizoen is nog jong, hè? Dus. Het is ook zoiets om de jongen naar een wedstrijd weer eruit te halen. Wil je ook niet. Nou gooit hem weer voor naar Kuipers. Kuipers aan de rechterkant. Goede aanname weer, Kuipers. Die glijdt dan weer uit. Die heeft een verkeerde schoesel aan. Ja, maar het is allemaal. Dat is niet de eerste. Er komt nog een keer een counter van VVV. Kan Vlida die daar stoppen? En Van Beijnen misschien. Weer die, is het Johansson? Ja, Johansson. Er komt misschien nog wel een voorzet vanaf die linkerkant. Terwijl het volgens mij al lang rust had moeten zijn. Maar daar komt dan die bal. Wordt die geblokt door Van Beijnen. Ja, die zit daar goed bij. En ja, nu fluit Kevin Blom wel voor de rust. Komt goed uit, denk ik, voor Den Bosch. En dan, dan is het inderdaad 0-0 hier in Venlo. Maar mag je thuis zeker hopen op meer hier in de Kool? Want we zijn totaal niet kansloos. We gaan kijken in de tweede helft. Ik denk daar wel een wissel komt met Sofian Arnag. Dat hij niet lang verder kan, misschien dat het uur voor gaat maken. Laten we het hopen. Want elke vrije trap van die man is gevaarlijk. Elke bal is gevaarlijk. En dat is echt een wapen FC Den Bosch. Ja, we zien jullie zo in de tweede helft. Tot straks.
Goed, we zijn weer terug in de koel. We zien bij Den Bosch al meteen een wissel. Ik zie daar Sebastiaan van Bakel. Hij is in het veld gekomen en dat gaat ten koste natuurlijk van Sofyan Anag. Ja, dan gaat het hier denk ik 4-3-3 spelen, Jos. Hè? Ja, dat deed hij al sinds dat Kuipers erin stond. Maar inderdaad, hij is meer een echte linksbuiten van Bakel. We spelen nu inderdaad met twee echte buitenspelers. Ik zie wel dat, terwijl VV Venlo nu ook het veld opkomt, zie ik dat Roy Kuipers bijvoorbeeld dat die andere schoenen aan heeft gedaan. Wissel, want ik zie ook Victor van den Bogert. Inderdaad. En wie gaat er dan? Dylan Ryan zie ik niet op het veld, dus dan zal inderdaad Dylan Ryan eraf gaan. En dan zou dat voor een blessure zijn? Of, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ik denk vanwege een blessure. Maar zoals ik al zei, Roy Kuipers zie ik bijvoorbeeld met de andere schoenen. Want die zagen we net voor rust zagen om een flink uitglijden. Ook Kevin Verlieden heb ik meerdere keren zien glijden. Dus ik ben benieuwd of die ook andere schoenen aan heeft. Dan moet ik wel zeggen dat de Bos dan wel weer pech heeft. Horenkamp, de Ryan die ook wel aardig speelde, vond ik hoor, achterin. Ja. Die gaat er ook weer af met zijn linkerbeen. Nu twee rechtsbenige centrale verdedigers. Dus weer in het begin van het seizoen waren ze zo ijzersterk van Den Bogert en van Grunt. De laatste weken wat minder op dreefblad. We hopen dat ze weer elkaar helemaal gaan vinden. En dat Victor zich wil terugknokken in de basis. Want daar was inderdaad. Hij dus dan is het nu aan Victor om te laten zien dat hij daar hoort te staan, toch? Ook wel opvallend Sebastiaan van Bakel dus erin. En niet zo bijvoorbeeld Mohamed Berthe of Rick Zuiderwijk. Die kunt ook een beetje gaan schuiven wat jij zei. Wat zou er dan met die Rick Zuiderwijk, zou die het daar niet zo in zien zitten deze week? Dat kan natuurlijk, hè? Weet ja, het maar niet. Goed, het is, centraal staat het ook vrij aardig met Velida en Leijten nu. Dus Kip. Daar heeft hij ook, Rick Zuiderwijk is wel echt een speler die in de as moet spelen. Ja. Dus daar heeft hij ook weinig te wisselen nu. Ja, dan denk ik dat Kip en Van Bijnen, die op zich wat minder eerste helft speelden, dat die dan natuurlijk nu kunnen blijven staan. Omdat je al blessures had en Arnag eraf moest, kun je niet iedereen eraf halen. Kijk wat Den Bosch kan brengen met Van Bakel natuurlijk. Die ook als een eerste doelpunt wist te maken voor FC Den Bosch vorig seizoen. VVV heeft afgetrapt, overgenomen door Van Bijnen. Mike Van Bijnen, die trapt daar de bal diep richting Leijten. Die speelt hem dan weer door naar Stiers. En zo zien we Kuipers diep gaan, maar Stiers verliest daar het duel van De Graça. En dan is het een ingooi voor VVV, want diezelfde De Graça speelt de bal via Kuipers over de lijn. En dan mogen de Venlonaren gaan ingooien. Ik zag net nog iets voorbij komen van jullie doen het echt goed, maar ik mis soms Ger Postema, want die werd helemaal gek tijdens de wedstrijd. Nou, wacht maar tot de 0-1 zou ik zeggen, dan gaan we het meemaken. Ja, maar goed, voorlopig staat hier 0-0, zijn we net weer begonnen in de tweede helft, zo'n 40 seconden. En VVV opnieuw met de bal aan de linkerkant, een inworp van de linksachter. Kijken wat hij gaat doen, hij gooit hem richting Mike van Bijnen, die kan hem dan weer over de zijlijn koppen. Krijgen we een derde inworp in nog geen minuut tijd voor VVV Venlo. Ja, en dan hopen we natuurlijk ook op meer spanning. Dan kunnen we onszelf steeds minder goed beheersen om ons in te houden. Dus laten we hopen dat het gaat gebeuren. Gaat het gebeuren nu. Terug Van Bijnen oppassen nu. Van Grunsven is rechts gewoon blijven spelen. Van de Bogen dus nu linker centrale verdediger. Dan weet ik even niet meer of het altijd al zo was. Nee, hè? Andersom toch? Oh, ja. Dit is een foutje van Kevin Verlieda. Maar dat lijkt hij zelf op te lossen, wil ik zeggen. Maar het is toch Joeri Schrooien die nog aan de bal blijft. Die gaat daar Verlieda voorbij. Dan... Wie is dit? Johansson? Nee, dat is niet. Jawel, Johansson. Schrooien, maar uiteindelijk neemt van VVV Kuipers over. Blom, laat het maar gebeuren, Jos. Maar het is ook weer een matige bal van Kuipers. Van Grunsverdaan, die komt er daarin gebeukt. Geen overtreding. VVV nog steeds aan de bal aan de linkerkant bij de cornervlag. Komt daar die voorzet van Schrooien, op Roemer. Als Siwa, jongen. Hens. Die staat daar helemaal vrij inderdaad. Je zei al, Salasiwa die had daar wat korter mogen dekken. Maar VVV probeert nu te stormen. Daar komt die bal van de rechterkant. Tobias Pacunik in een duel met de ingevallen Sebastiaan van Bakel. Op balletje diep op Roemer. Daar komt die voorzet. Ik wou zeggen dat is een gevaarlijke voorzet, maar die bal is veel te hoog. En dan komt uiteindelijk aan de andere kant van het veld terecht. Mag Den Bosch dan gaan ingooien en dat zal ongetwijfeld Mike van Bijnen gaan doen namens FC Den Bosch. Ja, en dan lijkt het er wel even op dat Den Bosch een jasje heeft uitgedaan. Want dan is het in één keer organisatorisch paniek. En kijken of Den Bosch zich er wel uit kan voetballen. Het zijn gewoon simpele ballen die ineens niet meer aankomen. Twee keer achter elkaar, maar het blijft zonder schade van Bijnen nu met de ingooi. Hij zoekt naar het hoofd van Stiers. Stiers zegt, kom maar, ik kop wel door. Lukt ook en dan wordt Kuipers verrast. Je ziet dat er ook gebeuren, Roy, denk ik dan. En Van Bijnen moet weer heroveren. EVW is fel gestart en wil natuurlijk snel een doelpunt maken. Joep Munsters nu terug naar centrale verdediger De Graça. De Graça naar Pasionic, denk ik. Ja, dat is hij ook. Gaat een 1-2 opzetten met Roemer. Goed gezien door Van Bakel. Dan geeft hij geen ruimte, want die gaat toch. Daar gaat hij, Sebastiaan Van Bakel. Dan op de brommer, naar het midden, door het midden. Wordt dan wel correct van de bal gelopen.
Jammer, want dan is het, ligt hij weer open. Moet Leijten het op gaan lossen. Aan de andere kant, Passionique krijgt hem aangespeeld. Gooit hem goed voor. Net buitenspel van de Bogert. Wel met een twijfelend handje omhoog, maar dat was wel buitenspel, denk ik. Ja, het was zeker buitenspel. Mag de Bos dus weer de bal gaan hervatten. Diezelfde Victor van de Bogert nu met het balletje op Velida. Velida gaat dan dribbelen. Zoekt naar een oplossing vooruit. Die zoekt Stiers. Stiers met 1-2 met Velida. Velida die dan weer terugdraait richting zijn eigen doel. En dan speelt hij de bal terug naar Van Gunst. Van Gunst was waarschijnlijk met de crosspas. Ja, dat is een goede bal wilde ik zeggen. Maar Kuipers ging de diepte in. Van Gunst zag het ook wel, maar de bal was niet op maat. En keeper Tsima die kan dan weer overnemen voor VVV. En die gaat gewoon door waar hij mee geëindigd is. Die blijft zeer rustig als hij de bal in de hand heeft. Maar uiteindelijk heeft hij hem uitgerold en zijn we aan de linkerkant bij de linksachter van VVV. Den Bosch speelt vrij compact nu. Preben Stiers nu in het duel daar. Die lijkt dan overtreding te maken. Maar de Blom laat doorgaan, de voordeelregel. Krijgen we weer een crossbal, maar dit is geen beste bal. Ricardo Kip kan hem opvangen. Dan krijgen we Roy Kuipers aan de bal. Echt, jongens, kom op. Dit is een beetje, ik wou zeggen oude damesvoetbal. Maar hij viel goed in, maar nu is hij helemaal weer terug bij af, hoor, Roy Kuipers. Ja, hij zit er nu nog niet zo lekker in de tweede helft. Kip gaf ook geen lekkere kopbal natuurlijk. Nu Den Bosch in problemen daar met... Het loopt goed af. Van de Bogert rustig terug naar Van de Steen. Van de Steen moet dan een lange bal spelen. Nee, ook speelt Van Gunstvaan. Die moet er dan uit. Wordt hij dan afgetroefd door Schooien? Jazeker. En dan gaat Van Gunstvaan de fout. Maar het blijft zonder gevolgen, denk ik. Omdat Kip er goed tussen zit. Kip nu naar Munster. Munster naar een afstandsschot. Van de Steen. Ja, hij zat er toch aan met een handje blijkbaar. Ja, raar. Want een schot van ver, hoor. Werd dan met moeite gestopt. Van de Steen had er niet aan hoeven te komen. Want hij ging achter. En de achtste corner. Naast te gaan, hè? Ik denk dat hij zich goed onthouden. Achtste corner voor VVV. Hopen we weer zonder succes. En we zien wel een matig begin voor FC Den Bosch. Nu hebben we goed zicht op het doel van de Bossenaren. Van Wouter van de Steen. Die wel met vertrouwen speelt. En zijn ploeg op de been houdt. Voorlopig in deze wedstrijd. In de tweede helft met Roemer. Met de voorzet. Roemer goed voor. Dat is een goede bal. Goede bal. En dan wordt denk ik Van Gunstvaan goed gecoacht. Want die zegt laat maar lopen. Die liet hem inderdaad lopen. Dat was een prima actie van Van Gunstvaan. Zal het Van de Steen zijn geweest die tegen hem heeft gezegd laat maar lopen? Dat denk ik wel, want anders toch wel weer moet ik toch even kwijt tussendoor. Maar lekker sfeertje zo wel met twee zingende harde kernen. We hebben natuurlijk vorig jaar veel in die lege stadions gezeten. Dan is het wel weer genieten om nu in een wat volle stadion te zitten. Ook geen last van dat je redelijk komt staan. Een goede bal daar van Gunstvaan misschien op Kuipers. Nee, die komt niet aan. Dat kan Van Bakel opvangen. Niet goed genoeg, of toch wel. Ja, veel strijd en passie, maar het is toch geen Sofyan Anag natuurlijk. Die mis je nu daar volledig wel in het elftal van FC Den Bosch. Ja, daar kun je toch wel heel eerlijk over moeten zijn. Ja, het is nu een heel andere speelstijl ook. Ja. Hè? Den Bosch speelt wat directer nu. En, terwijl wij nu niet kunnen zien wat hier gebeurt, want er staat hier een stijger van maakt hij wel een sliding en die van Venlona.nl, zullen we het maar even noemen, want heeft het toch nog effect gehad, zo'n stijger. Die staat hier voor onze neus, dus er gebeurt het een en ander. Waar is die dan voor, die stijger? Ja, geen idee, want er staat ook helemaal niemand op. Ik zat eerst toch te denken aan een videoanalist of zo, maar die zie ik hier niet. Hot dus ik kan nog net Kevin Blom hier zien. Ik ga nog maar even staan, want volgens mij ligt er een Venlonaar inderdaad. Ja, die ligt daar op de grond. Geblesseerd op de grond, dus ligt het spel even stil. Ik vind het opvallende wissel dat Van Bakel dan komt voor Anag. Ik had toch wel een meer voetballende speler, zeg je dat? Een controlerende voetballende speler verwacht. Ja, wat ik voor de rust al zei, hij had ook kunnen kiezen voor Leijten aan de linkerkant en dan Zuiderwijk erbij. Maar hij kiest me misschien met de snelheid van Van Bakel voor de ruimte die er in de rug ligt bij VVV. Want hij verwacht misschien ook wel een stormend VVV in het begin van de tweede helft. Fijn hoor, bij die nummer 17 van VVV Bastiaans. Johansson van Bijnen, jongen. Ik dacht, hij gaat hem afschermen, maar hij speelt hem over de zijlijn. Ingooi van VVV, dat echt nu de basis in eigen stadion. Jansen, krijgt hij hem nog voor? Jazeker. Oppassen geblazen. Daar komt Roemer niet aan en dan moet Van Bakel die bal oppikken. Van Bakel komt dan Passionique meteen tegen en ook nog nummer 11 Schooien. Die is overal, die Jori Schooien. In de spits, in de verdediging. Overal zie je hem spelen. Stiers neemt goed aan op eigen helft van Den Bosch. Goed verdedigd. Oppassen nu. Meteen in de aanval Schooien. Van Gunstvaan gaat er heel goed in, Jos. Ja, heel goed. Van Velida, nu krijgt hij hem bij Kuipers. Kuipers goed gedaan. Kip, het is allemaal net te kort. Kip nu met wat ruimte. Aan de rechterkant gooit hem voor. Goeie bal, denk ik. Die gaat doorkomen voor een Leijten. Komt er niet aan. Die staat dan te kijken nog.
En die werd eruit gehaald, die voorzet, geloof ik, daar, Jos. Ja, door, was een goede vroege voorzet van Ricardo Kip van rechts op de inlopende Preben Stiers. Maar inderdaad, hij werd door VVV vroegtijdig onschadelijk gemaakt. Je ziet wel weer de potentie van Stiers daar. Die weet precies waar hij moet gaan staan. Ja, ze, nou dat moet is die gewoon een echte spits. Ja, echte spits, hè? Daar ontbreekt het niet aan. Nee, het spitsinstinct heeft hij wel. Hij heeft nog wat pech in zijn acties vandaag. Maar misschien dat in de loop van de tweede helft wel weer terug gaat komen. Zoals hij tegen Excelsior wat dreigender was. Maar nu is het Victor van der Bogert. Die glijdt daar ook uit als hij de bal naar Van Grunst verspeelt. Er komt weer die lange bal van Van Grunst. Op dezelfde Stiers. Die kopt hem dan naar Kuipers. Kuipers met de actie. Kuipers nog steeds met de actie. Hij heeft de bal nog steeds aan de voet. Daar komt hij. Oeh, dat was bijna knap, via een Venlo naar dat die bal in het eigen doel ging. En zo lijkt hij toch een momentenvoetballer te gaan worden. Roy Kuipers, hè? Ja, het is een buitenspeler. Hè? Dus echte momentenvoetballer. Ja, maar constantheid is nog lastig natuurlijk voor hem. Ook nog jong. Ook nog jong, hè? Maar die momenten heeft hij zeker. Die vind ik hem toch wel meer hebben dan vorig seizoen, hoor, moet ik zeggen. Ik vind hem echt sterker dan vorig seizoen. Hij laat zich zeker zien. Hè? Vorig seizoen had hij één goede wedstrijd bij Jong Ajax. Eigenlijk. Ik heb hem eigenlijk niet meer gezien. Nee, heb ik niet veel meer gezien. Maar nu is hij wel beter als seizoen dus voor de Bos. Ja, corner vanaf de rechterkant. Genomen door Sebastian van Bakel. Dan gaan we eens kijken of Van der Bogert, Van Grunsven, misschien wel Stiers wat kan doen. Goeie bal van Bakel. Van der Bogert. Komt de kopballetje van der Bogert, maar die gaat er ruim naast. En dan wijst Kevin Blom naar het 5 meter gebied. Wat betekent dat VVV dus weer een doeltrap mag gaan nemen. En ja, dan weten we weer wat er gaat gebeuren. Ja, dan kunnen wij het ergens over hebben. Voor de kopbal weer van de Bogert, die moet dan echt beter, vind ik. Want ik zie ik hem aanvallend veel. Ja, ja, maar goed, soms kom je ook niet lekker uit. Nou, om. Ik vond dit wel een kans. Ja, ja, oké. Ik ben even kritisch, hè, op hem. Ja, 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 ik merk het. Misschien zijn de verwachtingen ook te hoog bij mij dan geweest. Ja, we spreken hier al over kampioenswedstrijd, zag ik. Dus wat zijn de verwachtingen vrij hoog? Dit is wel een goede bal trouwens van Stiers. Goede bal op Kuipers. Heeft wat ruimte, krijgt hem bij Kip. Kip nu met aan de rechterkant helemaal voorgooien. Daar komt Stiers niet bij. Nee, Kip. Jammer dat Kip dan niet extra kwaliteitje kan brengen. Dat verwacht je wel van hem. Daar goed gedaan van Leijten. Stiet hem tegen een VVV-speler, Pasjanik aan en daardoor een ingooi voor Den Bos. Daar Leijten wel in de wedstrijd. Het was Salasiwa nu. Was het Salasiwa? Ja, het was Salasiwa. Maar die gooit ook gelijk goed in naar Preben Stiers. Die probeert zich daar breed te maken. Als aanspeelpunt te fungeren, dat doet hij goed. Komt die bal dan voor, maar het keeper Tsima die kan plukken. En dan gaat hij gelijk, deze keer gaat hij voor een lange bal. Nou, ik snap al waarom dat hij dat niet vaak doet. Want het is gewoon een waardeloze bal van die keeper. En ik denk dat hij de volgende keer weer even een seconde of 20 wacht. Want dit was helemaal niks. En uiteindelijk mag Den Bos gaan ingooien. Nu gaan ze bij VVV twee keer wisselen. Onder andere Guus Huppert zie ik daar klaarstaan. Die kennen we nog wel uit het verleden. Heeft natuurlijk Eredivisie gespeeld met VVV. En wie gaat er dan uit? Oh, die nummer 17 gaat er natuurlijk uit, want die liep net al te strompelen. Aaron Bastiaans. Voor hem Guus Huppert in het veld. En ook nummer 11 gaat eruit, Joeri Schrooien. Daar ben ik niet rouwig om, want die vond ik toch prima spelen tot nu toe. Dan komt Erik Zorga, dat is een Estse spits. Die komt terug van een blessure, heb ik vernomen. Ja, ik had het voorbereid, zoals je weet. Okay. Estse spits wist ik niet. Was hij niet met het Estse elftal mee? Nee, die was weer inzetbaar, dat heb ik dan gelezen. Okay. Dan dacht ik dat hij terug kwam van een blessure, dat heb ik dan zelf geïnterpreteerd. Ja, ik denk dat hij met Estland mee was. Ja, maar daar staat een andere spits. Maar ook Rauno Sapine inderdaad in de spits stond, die kennen we natuurlijk nog wel, onze Rauno. Doet het daar trouwens bij Flora Tallinn uitstekend, Rauno Sapine. Die veel scoort daar in de Europese Conference League onder andere. Ja, dat doet hij goed, hoor. Moet hier naar kijken naar een Bos natuurlijk met de ingooi van bijna op Stiers. Stiers kopt dan door, dat is doorzichtig. Komt niet aan, moet van bijna er weer achteraan. En de ingooi is gewoon voor Den Bos. Ja, die krijgt hij dan weer mee, goed verdiend. Bij Kip. Kip neemt aan, terug naar van bijna. Wat doe je dan ermee van bijna? Hij staat helemaal opgesloten, overtreding gemaakt. En dan komt er een bal die in kan draaien. Misschien of is dat te ver? Nou, ik denk dat ze hem kort gaan nemen, want het is net iets te ver inderdaad. Ja, het vertekent toch. Ja, hij komt gewoon kort van bijna terug naar Van Grunsen. Gaat Den Bos weer van achteruit een aanval opzetten met Van der Steen. Ze worden wel flink onder druk gezet. Ook Van der Bogert lijkt toch weer niet het juiste schoeisel aan te hebben. En dat vind ik echt onbegrijpelijk als je hier een kwartier lang warm loopt en dan heb je niet de juiste schoen aan. Ja. Maar goed, misschien ben ik dan weer te kritisch. Voor, hoe het gaat, maar nu het bij gaat hem in profvoetbal om details. En dit zijn wel hele belangrijke details. Zeker als je centraal achterin speelt. Maar goed, weer terug naar de wedstrijd. Ingooi voor VVV Venlo. Aan de linkerkant van het veld. In de buurt van de cornervlag. Dan zien we linksback Zorga zoeken. Dan komt de kaas van de spits uit Estland. En dan moet VVV weer terug. Want de Bos zet er goed druk op. Ik noem hem iedere keer linksback. Maar het is natuurlijk Simon Jansen. De nummer 15. Namens VVV.
dat nu weer van achteruit gaat opbouwen. Bal naar de rechterkant, naar Pachunik. Is te weinig beweging. Wel weer een goede actie van die Roemer die daar Salasiwa omspeelt. Is nu Salasiwa zelf die de bal heeft. Die moet dan terug en dan is het een beetje een vreemd balletje. Bogert snapte het niet, maar het was wel goed gedaan van Salasiwa, vond ik hoor. Ja, ja, maar het was ook wel gevaarlijk hoor. Ja, hij kon hem ook niet kwijt. Goed, het loopt uiteindelijk goed af. Ook Van Bakel zie ik daar weer onderuit gaan. Het is glijden en glibberen. Hier nog een keer Van Bakel onderuit. Salasiwa die nu naar zijn man kijkt in plaats van naar de bal. En daar is, wilde ik zeggen, de 1-0 van VVV via Zorga. Maar die bal die gaat gelukkig voor ons. Dat was weer een entree geweest en het is ook weer matig verdedigd daar. Ja, maar je ziet wel dat ze nu meer via die buitenkanten proberen om voorzetten te gaan geven richting die spits. En met name de rechterkant van VVV met die Roemer is al de hele wedstrijd wel gevaarlijk. Dus, goeie speler dat jaar, Roemer. Ja, dat is wel een prima speler. Die heeft wel wat weg van hier ook nog, moet ik zeggen. In zijn ja, een beetje dezelfde bouw, hè? Ja. Ja. Laten we hopen dat hij wat minder kwaliteit heeft dan Hornkamp. Want dan weet je wel waar het op gaat uitdraaien. Dat was dichtbij. De bossen aanvallen, die zijn er niet. De vleugels komen wat te kort, hè? Zo lijkt het, om het gevaarlijk te kunnen worden. Krijg ook niet echt lekkere ballen. Het is nu wel een beetje een off-day aan het worden, lijkt het. Dan weer mis, Kip. En dan is het weer inleveren. En zo gaat het mis, Johansson. Nu VVV, die voelt, die ruiken bloed. Is dat weer een nieuwe miskip in plaats van een mispeer? Een miskip, ja. Laten we hopen dat dat geen standaard wordt geworden, een miskip. Want dan zal hij het heel vaak doen, hè. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Inderdaad. Zei ik dan al miskip? Ik weet het niet meer. Miskip. Hij zat mis. Miskip. Hij zat mis, kip. Oh, ja. Weer een corner. Zeggen, er komt een voorzet van VVV, maar wordt geblokt door Sebastian van Bakel. Nu is toch wel het momentum weer bij de thuisploeg. Wat nu dus opnieuw een corner mag nemen. Ik denk de 10e, hè? Nee, 9e. 9e corner, ja. Eentje voor Den Bosch. Dat is toch handig, die statistiek hier op het scorebord. We hadden het over 1 scorebord, maar ze hebben er 2 zo te zien. Van alle hoeken te zien hier, hè? Misschien hier wel bovenop. Komt die voorzet, Roemer. Ik wou zeggen, die zit erin. Maar Huppert, je weet totaal niet hoe dat hij hem op doel krijgt. Maar hij krijgt hem richting het doel. En Van der Steen zat aan de grond genageld, maar die bal gaat echt volgens mij via de paal nog naast. Het pakt slecht uit wel hoe het wissel blijft. Moet ik echt eerlijk zeggen, ik vind het slecht uitpakken, want je maakt totaal geen vuist meer ineens. Ja, maar kan ook liggen aan het wisselbeleid bij VVV. Hè? Want ook. Het is eigenlijk nadat die 2 jongens erin zijn gekomen, hebben ze weer wat nieuw elan erin. Ja, we hebben zoveel kwaliteit ingeleverd, dat kunnen we natuurlijk ook Jack niet kwalijk nemen. Daar kan hij niks aan doen. Hij moet keuzes maken. Ryan Leijten die daar goed zijn lichaam erin zet, geeft dan die bal vroeg voor. Dan zie je Stiers kijken van ja, wacht nou even Ryan, want ik was nog niet in positie. Maar dan mag VVV dus weer overnemen en via De Graza daar opnieuw een aanval gaan opzetten. Dat doet hij kort. En ze zien niet echt een afspeelmogelijkheid, wilde ik zeggen. Sorry dat ik in de reden viel. Nee, want ik viel jou in de reden. Ik wilde zeggen, ik zag hier op het... Op de chat ook staan het uitvak, hoor je overal bovenuit. Die blijven inderdaad de club, de ploeg, maar steunen. En dat hebben we vorige week ook gezien bij 0-5, maar het leek wel of het 3-0 voor stond. Ja, aan de supporten zal het zeker weer liggen, vlaggen. Alles zien we, het lijkt wel drukker geworden nog zelfs. Misschien zijn er nog wel mensen nagekomen. Maar inmiddels in de wedstrijd is het VVV dat de klok slaat. Daar komt er weer een kans. Speelt die ruimte voor zich vrij, die nummer 10, Johansson. Die gaat daar wel hard door op Salasiwa. Maar Blom laat veel toe en dat komt de wedstrijd. Ja, ik vind dat prima fluit. Vind ik ook. We hebben het de laatste streams vaak over scheidsrechters gehad, maar we hebben vandaag nog niet één keer over de scheidsrechter hoeven hebben. Want, ja, dat hij het goed doet, dat mag ook wel een keer. Ja, precies. Hij fruit echt een prima wedstrijd. Twee ploegen die allebei willen aanvallen. En dat levert... Leven de lol horen we weer, hè, vanaf de rechterkant. Zeker, ja. Van waar wij dan zitten. Hier achter ons nu Sofyan Anag. En ook Jis Hornkamp die hier een beetje strompelend aankomt. Jis. Ook Dylan Ryan zit hier nu achter vragen. Ons. Of het blessure. Pijn. Sofyan Anag zegt nu pijn aan de rug inderdaad. Maar die kon niet door. Die kon ook maar een helft spelen. Ook een blessure bij Ryan. Een hamstring. En Jis weet het niet, maar niet... Niet. Veel pijn zegt hij. Veel dus pijn. Dat klinkt niet best. Veel pijn bij Jis Hornkamp. Dus hij... laten we hopen dat hij... hij weet het niet goed. Laten we hopen dat hij snel terugkeert bij... bij FC Den Bosch. Goed, terug naar de wedstrijd. Den Bosch mag... Zal ik ze even laten zien? Zal ik ze even laten zien? Ja, de spelers achter ons. Dat is prima. Kunnen we dat zien dan? Of ze daar dan zitten? Gaat dat dan zo? Misschien dat ik aan de kant moet gaan. Maar... Lastig, hè? Want we hebben wat vertraging.
Ja, goed, daar, zaten ze in ieder geval, daar zitten ze in ieder geval de spelers van FC Den Bosch. Zij kunnen hier de wedstrijd ook uitkijken. En hebben alle drie dus een blessure. Ja. Ook Dylan Rijn, dus die voelde zich aan zijn hamstring. Dat zag ik er goed, hè? Ja, volgens mij wel. Ja, dus geen tactische keuze. En daarom noodgedwongen dit elftal. En gaan we weer eens concentreren op de wedstrijd. Dan met VVV dat nu logischerwijs ook het meeste balbezit heeft. En hij zal hen staan. Hij was buiten het veld natuurlijk. En ze zullen natuurlijk snel een doelpunt willen maken. Dat lukt ze dan niet, Jos. Dus dat is hoopgevend. 63 minuten hebben we al gespeeld. Ja, het leek even weer hetzelfde als in de eerste helft. Dus een VVV-storm aan te komen. Maar die blijft gelukkig redelijk achterwege. We hadden natuurlijk wel een kansje van die Estse spits Sorga. En ook Huppert zie een bal op doel wist te krijgen, maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen. En nu is de rust wel weer wat teruggekeerd. Lange bal nu van Vergrunsven richting Stiers. Die kopt dan door op Kuipers, maar die bal is wat te hard. En dan kan VVV weer overnemen. Is het diezelfde keeper die toch niet met zijn voeten echt zeker overkomt? Kan even de reactie daar, Jos, op wat er nou met Jis is. Daar weer een kans. Nee, eruit gehaald door Van Gunsven. Goed gedaan door Van Gunsven, ja. Jis weet het niet, zegt hij zelf ook. Had pijn overal een beetje. En ik denk dat de Bossenaartje gelijk heeft dat ze eerst verder gaan onderzoeken. Röntgen weet ik dan niet, maar dat ze kijken wat hij heeft. Dus ja, hij is wel hier zelf naartoe gelopen. Het is niet dat hij niet kan lopen, dus dat is wel positief. En we zagen laatst ook Kuipers zwaar van het veld af, geblesseerd van het veld afgaan, maar uiteindelijk daar een voorzet van Hupperts. Nee, Roemer komt daar niet aan. We zagen ook Kuipers laatst van het veld geblesseerd afgaan en die ging ook gewoon verder. Hè, ja, dat klopt. Ja, die week daarna was hij er weer. Nu zie ik ook Teun van Grunsen weer onderuit gaan bij een duel, omdat hij gewoon wegglijdt. Ja. Ik ben toch gewoon bang dat het ons straks nog op gaat breken. Want als je twee centrale verdedigers hebt die niet de juiste schoeisel aan hebben, ja, ik blijf erover doorzeuren, maar ik vind het amateuristisch bijna, hè, om te zeggen. Ja, dat wil ik dan weer niet zeggen, maar het gaat om details, hè. Ja. Zeker in profvoetbal, dat blijft ook je vak. Dus. Kunnen we zeker vragen straks aan Jack de Gier waarom dat nou, wat er met die schoen allemaal aan de hand was. Ja. VVV is nu gewoon de baas. Dat is ook niet verbazingwekkend natuurlijk. Hè? Nee, maar goed, de luisteraars zullen het aan ons merken. De bal gaat wel op en neer, maar er gebeurt niet echt veel meer. Dus het is een beetje onrustig van twee kanten. En dat werkt nu een beetje in het voordeel van FC Den Bosch. Want VVV is wel de sterkere ploeg in de tweede helft. En, het zou zo'n gigantische opsteker zijn in het zelfvertrouwen als je zo'n wedstrijd zou kunnen winnen. Wat gewoon zomaar zou kunnen. Natuurlijk mocht je een ongeluk een doelpunt maken en een counter eruit halen, terwijl er eigenlijk geen kansen echt zijn geweest in deze tweede helft. Ja, je krijgt haling natuurlijk vanaf minuut 75 dat zij nog meer aangespoord zullen worden door de thuisploeg. Misschien wel meer risico's gaan nemen, dat wij daar stiekem van kunnen profiteren. Maar dat zou een ideaal scenario zijn. We gaan kijken hoe dat gaat lopen. We zitten voorlopig pas in minuut 67 van de wedstrijd hier in de Koel. Waar Den Bosch weer mag gaan ingooien, want Guus Huppers dacht dat hij een ingooi zou gaan krijgen. Maar het is Salasiwa die de bal nu in de handen heeft. En zoek naar een afspeelmogelijkheid. Dan kijkt hij naar Ryan Leijten, naar Van Bakel, naar Stiers. Maar uiteindelijk is Leijten die zich aanbiedt, die kaatst dan. Dan moet Salasiwa weer terug naar Van der Steen. Dat is een beetje kort allemaal, maar het gaat allemaal goed. Goed gedaan inderdaad, Van Bijnen nu. Die komt dan weer een Venlo naar tegen. Venlo zet wel weer hoog druk. Ja, heel erg, hè? Goed gedaan door Van Grunsven, die daar goed instapt. Uiteindelijk zijn man kan uitspelen. Leijten, goede bal Leijten. Komt daar Ricardo Kip, goede bal naar Roy Kuipers. Die krijgt de kans op de 0-1. En ja! Dan zit hij erin. Ja, en dan is het 0-1 voor FC Den Bosch. Ik zeg Roy het je. Kuipers. Wat een momentenvoetballer. En ze worden gek daarboven in het vak van FC Den Bosch. En wij worden ook gek. Maar ja, wij zijn natuurlijk de enige hier. En de spelers van FC Den Bosch achter ons. Het is Roy Kuipers die ramt hem gewoon door het midden van het doel. Come on. Waar Van der Steen hem er fantastisch uithaalde, is het deze keeper die geen antwoord heeft. Wat een bal ook daarvan. Ja. Wat een aanval eigenlijk. Hè? En daar is wat hij dan, hè, dat countertje waar we het net over hadden. Dat countertje, ja. Goeie counter via de rechterkant, via Van Grunsven leidt de Kip. En uiteindelijk Kuipers die dan vrijkomt en nu, de bal binnen kan schieten. En nu komt er nog meer ruimte natuurlijk vrij voor FC Den Bosch. En dan wil ik het nog wel eens zien. Want VVV moet. En je voelt het ook natuurlijk als thuissupporter hier wel. Als je zelf niet maakt, krijg je hem om je oren. Maar Kuipers, ja, wat doet hij toch? Hij maakt hem weer af. Het is een derde doelpunt dit seizoen. Roy Kuipers. En ik zag de vraag voorbij komen, maar volgens mij nog geen contract. Hè? Nog geen contract. Maar misschien dat hij bezig is om er eentje te verdienen. Ja, dat kan bijna niet anders als je hem zo telkens laat invallen. En het vertrouwen dat hij nu als invaller krijgt van de Gier, dat betaalt hij dus zeker uit. VVV zal nu nog meer naar voren gaan spelen. En dan kan Den Bosch natuurlijk geen windeieren leggen. Zou daar misschien van kunnen profiteren. We gaan kijken, want we kwamen hier vorig seizoen in de beker ook op voorsprong.
door Romano Postema heel vroeg. Uiteindelijk verloren we de wedstrijd met 4-2, maar nu is het een heel ander moment. 68 minuten gespeeld, stand 0-1 voor FC Den Bosch. U ziet het nu ook in beeld. En VVV hier met een slippertje. Stiers. Ook een grote rol daarvoor. Kan Stiers nog bijna profiteren van een slippertje. Ik wil zeggen, supertalent, Ryan Leidt, hè? ja, voor Den Bosch, begrip, hè? Ja, is, absoluut. Ja. Nee, ja, absoluut een groot talent, maar supertalent, daar vind ik dan wel weer heel erg veel Bosch, druk op de schouders van de jongen. Maar... En, hoort hij die niet, joh? Hoort hij die? Nou ja, ja, goed. Misschien luistert hij wel terug, hè? Wie weet. Overtreding hier op Stiers. Ja, volledig terecht. In Venlo zijn ze het daar niet helemaal mee eens. Want ja, ze staan natuurlijk met 0-1 achter. En dan is dat toch wel lekker, zo'n stiekem goaltje. En dan vraag ik even aan Bossenaartje. Want ja, die miste Ger Postum omdat hij nou wel eens gek deed. Maar het viel mee, was het gek genoeg? Het viel wel mee, denk ik. Ja, ja, ik denk dat het nog wel mee viel. Ja. Maar goed, de wedstrijd is er niet afgelopen. Maar misschien vond hij het inderdaad, Ger Postema, die kan gewoon op sommige momenten, daar ben ik het al mee eens, dan was het ineens spannend. Maar misschien was het op het veld wel heel anders. Natuurlijk, ik heb ook regelmatig naar Ger Postema geluisterd als ik op vakantie was of zo. Adspierings natuurlijk daarvoor nog. Ja, Adspierings. Oppassen nu met VVV. En ineens is dan ook het vertrouwen weer terug, dat zie je meteen hè, bij de ploeg. Voetbal is ook een mentaal spelletje. Dat is zo'n gek spelletje soms. Lopen daar van de Gier aan de lijn. Je ziet er weer, die foto is al 100.000 keer gemaakt. Denk ik, met dat vingertje, de Gier. Wijzen van... Hij staat nog net zelf niet in de spits. De Gier, zo voelt hij zich oppassen daar. Corner voor VVV. Corner nu. Toch via van de Bogert weer. Van de Bogert maakt altijd een beetje dezelfde indruk. Ook hoe die, de uitstraling van hem. Niet van, ik zal er nu eens even onderknallen. Maar gewoon altijd rustig. Altijd rustig, ja. Bedachtzaam... Komt hij over? Nummer 10 of 11, denk ik, van VVV. Ja, 10 zou ik net voorbij komen. In één keer een variant gespeeld. Buiten de 16, die gaat hij wel nog een keer inbrengen. Niemand van de Bosch ertussen. Goed weggekopt daardoor Stiers. Kom daar maar eens overheen met je voorzet. Oppassen nog een keer. Daar dan Van de Bogert. Is hem kwijt. Schot van afstand. En Van de Steen laat hem gaan. Die wist toch wel waar hij was. Van de Steen die dus op de eerste helft met die wereldredding. Er werd ook iets geroepen van de tribune. Want je ziet Wouter lachen. Naar achteruit kijken richting die fans. Maar deze keer zat hij inderdaad niet aan met zijn hand. Nee. Maar jij wilde iets zeggen. Ik weet niet, maar ik zit hier nou achter even te luisteren wat ze tegen elkaar aan het zeggen zijn van de spelers. Want dat kan nog wel eens interessant zijn. Terwijl er weer een blessure is bij VVV Venlo. En we zien wel een Soufiane Aanacht die toch best wel vaak timide is. Maar die is toch wel lekker, voelt zich ook wel lekker hier bij de club. Dat zie je ook aan hem. Lekker ja, natuurlijk. Hij keert niet voor niks terug. Hè? Je ziet nu dat de Gier even zijn manschappen bij elkaar roept. Ik weet niet of Dylan Rijn er iets van verstaat. Praat hij eigenlijk Nederlands, Dylan Rijn? Huh? Ja, die bestaat Nederlands. Ook gewoon alles. Ja, zeker. Blessure weer bij VVV. Johan die zit helemaal... Zit even af te luisteren. Je kan ook wel even iets vragen. De recherche kan werken. Hoe het nu met hem gaat. Ja, jij bent hier de interviewer eigenlijk. Houd het voor gezien. Maar goed, de wedstrijd ligt dus even stil op dit moment. Want er is blessure bij VVV Venlo. We zien Jack de Gier druk coachen richting Kevin Felida. Nummer 10, en ook Roy Kuipers wordt daar gecoacht door de Gier. Die natuurlijk koste wat kost die 0-1 over de streep wil trekken. En nou ja goed, dat zie ik ook wel gebeuren. Want VVV is wel gevaarlijk. Maar daar houdt het dan ook tot nu toe wel mee op. Terwijl Johan nu even aan Jis Hornkamp vraagt wat hij voor blessure heeft. Maar terwijl nu de wissel komt bij VVV Venlo. Ik heb even niet goed meegekregen. Ik heb dus even, terwijl VVV wisselt, maar dat is allemaal wel. Ik heb net even Jis gevraagd, wat is er nou precies? Hij heeft dus pijn aan zijn heup. Hij kwam hard terecht op het veld. Okay. Hij dacht dat hij door kon, maar uiteindelijk dus niet. Hij zou zelf graag willen weten wat er is om alles uit te sluiten natuurlijk. Dat je niet weer forceert. Hij heeft het natuurlijk eerder gehad dat hij lang doorvoetbal zonder iets eraan te doen. En daardoor was hij er lang uit. Den Bosch weer aan de bal, buitenspel daar van Kuipers. Of toch niet? Jazeker, ja, maar waarom duidelijk ziet Kuipers buitenspel. Dan niet? Waarom loopt hij dan toch door? Om hem gewoon de tijd te rekken, of niet? Ja, nou ja, goed. Hij hoopt misschien dat hij geen buitenspel wordt gegeven. We hebben natuurlijk geen VAR in de KKD, dus je kunt nog wel eens een keer stiekem ergens van profiteren. Maar dat was deze keer niet het geval.
wel weer die lange bal kwam in de ploeg van de keeper. Sorry, ik zeg, ja. Ja, die lange bal van de keeper kwam. Laten we, die mag hij wel vaker geven voor mij, want het was weer een waardeloze bal. Ik heb 3-4 ballen van die keeper nu gezien. Het is helemaal niks, als ik het maar zo even zeg. En nu horen we weer dat het uitvak zich flink roert, want het bekende nummer is weer ingezet. Daar komt de lange bal van Salasiwa. Het is weer een beetje een rommelige wedstrijd na die 0-1 geworden. En dat, nogmaals, dat spreekt eigenlijk in het voordeel van ons. Want zolang VVV de grip er niet op krijgt en wij dat wel nog redelijk hebben, dan verwacht ik niet zomaar een doelpunt van de thuisploeg. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Nee, zeker niet. Want hier zien we alweer een goede actie van nummer 24, Joep Munsters. Maar dan mag de Bos uiteindelijk ingooien. Die actie was vrij aardig, maar hij zette hem iets te ver door. En nu mag de Bos weer gaan ingooien met Salasiwa. We staan voor de tweede helft. Je kunt ook niet zeggen dat het onverdiend is natuurlijk. Helemaal verdiend is het misschien ook niet. Maar ja, wie scoort, die wint. Daar gaat het op neerkomen. De Bos houdt het rommelig. Prima. En dan hoopt het natuurlijk op nog zo'n counter. PVV gaat straks pompen. Je zei het al eerder. 75 minuten is nu aangebroken. En de VVV gaat steeds meer naar voren voetballen. Zal steeds meer ruimte moeten achterlaten voor FC Den Bosch. En die willen daarvan profiteren. Maar nu eerst nog eventjes die Roemer. Roemer weer terug naar Jansen. Jansen zoekt dan een lange bal naar voren. Die is wel zachtjes. Daar moet Van der Boog het gewoon keurig wegkoppen. Wel in de voeten van VVV. Dat is jammer. Dan loopt Van Gunsve wel die speler omver. Maar Blom laat dat ook doorgaan. Den Bosch levert ook weer meteen in. Het was wel duidelijk een overtreding van Teun. Het was wel een overtreding. Ja, laat heel veel doorgaan nu. Maar Blom dacht, nou ja, vooruit maar dan. Ja. Ziet toch niemand, ziet geen VAR. Nee. Heeft geen rapporteur meer achter zich. Ik heb toch even iets gezegd. Terwijl er nu gevraagd wordt wie dat te warm loopt. Ik zie Van Hedel, Mulders en Zimmer warm lopen. Maar het is wel om en om, hè? Want we zagen net ook anderhalf. Ja, precies. Die lopen gewoon preventief warm. Mochten ze in moeten vallen, dan zijn ze er klaar voor. En nu een onverhoopt een corner van VVV Venlo. Vroeger voorzitter, die werd aangeraakt. Je hebt nog niet gezien, hè, die corners? Nee, nog geen enkele corner gezien vandaag. Nee. Nou, ik zal je sterker vertellen. Ik zie corner nummer 11 nu. Daar komt hij. Dit was een hele snelle variant. Een goeie wel. Guus Huppers bij de eerste paal. Maar hij schiet van dichtbij over. 11 hoekschoppen inderdaad al van VVV Venlo. En daar hebben ze toch nog vrij weinig uitgehaald op dat ene moment na. In de eerste helft. Waar Wouter van der Steen natuurlijk die fantastische redding had. Ja, en dat is het verschil. Waar hij uiteindelijk zijn ploeg overeind hield. En nu staan wij 0-1 voor. Dus, dat is dus... Ik vind dat helemaal terecht wat je nou zegt. Een keeper is daarom heel belangrijk. En hij pakt die bal eigenlijk een beetje dezelfde bal wel van meer vanaf de zijkant. Daar redt hij onze wedstrijd. Inderdaad. En wie weet dat we hem daardoor winnen. Dat zou natuurlijk een geweldige opsteker zijn naar 2004. Dan moet je dit niet doen. Goed gespeeld. Overtraining gemaakt en Blom fluit niet. Want hij gaf het voordeel. Nee. Kom maar. Passionique. Van de Steen wacht even tot er een spits is. Die glijdt dan ook uit. Dus ook daar is het glad. Dus het veld is gewoon glad waarschijnlijk. Ja, het veld is... duidelijk heel erg glad. Van Bijnen, Kip, verlengt dan door. Maar wel via de voet van Munster. Dus een ingooi voor Den Bosch. Dan zegt die video official, die wil ook wat te vertellen hebben. Blijft daar staan bij de lijn. Maar hij is ook één turf hoog, die man. Beste man. Hij wordt bijna omvergelopen. De Hoon druk coachend nu. Ja, dit was het moment, hè, voor de video official. Want hij staat de hele wedstrijd een beetje uit zijn neus te peuteren. Het moment. Het moment dat hij even zich kon profileren natuurlijk. Ja. Ik denk dat hij nog een 18 jaar is. Dat, bijna. Hè? Of net misschien. Nou, ik denk het wel. Maar goed. Ja, dat is al net. Ik denk niet dat hij dan langs de lijn staat hier als hij 17 jaar is. Ja, goed. Je ziet al gekke dingen gebeuren natuurlijk, hè. Selfies op het veld en zo. Ja, je weet het niet. Die was ook geen 18. Nee. Dat is ook zo. Het wordt tijd voor een feestje met bier, Jos, wordt hier gezegd. Zie ik jou nog rennen, Jos? Rennen? Een selfie. Nou, nee. Je hoeft maar 2 rijtjes naar achteren nu, hè. Nee. Ik... Nee hoor, ik laat dan maar even achterwege. Nou, als er iemand zelf verdient vandaag, is het wel Wouter van der Steen. Want hij heeft dus, vind ik, een wereldrenning gemaakt. Maar ik heb het nu vaak genoeg gezegd. VVV. Precies, eerst maar eens even kijken of we die wedstrijd met 0-1 over de streep kunnen trekken. Maar nu is het VVV dat daar via het Zorga richting die 16 meter gaat. Maar hij probeert het met zijn linker. Volgens mij is dat zijn mindere been. En schiet uiteindelijk vrij ruim naast. Dan wordt er een tweede bal het veld ingegooid door de fans van VVV. Speelt Wouter van der Steen daar een beetje mee? Wouter van der Steen die keek die jongen aan en daardoor gooide die bal. Maar ging toch die andere halen. Deed die expres Wouter van der Steen. Ja, dat is natuurlijk weer een spelletje. Ja. En zo rekt hij wat tijd voor zijn ploeg. Stuurt nu zijn manschappen naar voren. Normaal kiest hij voor de korte bal. Maar het gaat nu een lange bal worden richting Preben Stiers.
die daar ook alweer uitglijdt. Het is echt Bambi on Ice 2.0 vandaag. Dancing on Ice, ja. Holiday on Ice. Ja, ja, ik weet niet. Iets met ijs in ieder geval. Goed nou, gedaan hoor. Teun van Grunsven die laat zich vallen. Inderdaad, prima gedaan. Lijkt er wel nu een beetje kramp te hebben van Grunsven. Maar... wisselen kunnen we niet meer, dus we gaan het niet doen ook. Teun, kom op. In ieder geval, we kunnen nog wel wisselen, maar geen verdedigers hebben we gewoon meer echt op de bank zitten. Hè? Ja, we hebben nog wel wat verdedigers, maar het zijn vooral backs. Dus die willen we daar niet zien. Nee, die willen we dat niet centraal zien natuurlijk. Maar... Teun die toch wel een prima wedstrijd speelt op zich. Ja, zeker. Speelt degelijk zoals hij dat regelmatig speelt. Vorige week was het iets minder tegen Excelsior, maar ook dat blijft natuurlijk een mens, Teun van Grunsven. Terwijl, ja, soms vallen we een beetje stil, want het is... slecht te zien ook soms, en dan kijk je even wat gebeurt er en dan doen we dat allebei tegelijk en dan is het stil, ja. Ja, klopt. Of dan is de bal alweer buiten, dus dan hebben we weer niks te vertellen. Krijg je ook niet vaak te horen dat ik stil ben, hoor, moet ik eerlijk vertellen. Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar goed. VVV met ingooien aan de linkerkant voor de duck-out van FC Den Bosch. Balletje naar Hupperts, maar die tikt hem dan door en dat mag je vaker doen op deze manier, want dit was waardeloos. Roemer komt niet meer bij die bal, mag Van Bijn het gaan doen namens Den Bosch. Lange ingooi naar Ricardo Kip, die kopt hem dan door naar Kuipers, maar Stiers die kan er dan niet bij met het balletje van Kuipers. En is het weer diezelfde keeper, Tsima, die de bal deze keer gaat rollen, want het schieten was niet zo succesvol de laatste twee keer. Dus VVV wat nu toch wel wat vaart zal moeten gaan maken. Willen ze hier nog minimaal een punt uit het vuur gaan slepen tegen ons. Maar laten we hopen dat het natuurlijk niet gaat gebeuren. Want voorlopig staat de organisatie prima bij Den Bosch. Lange bal op Pacheniek die diep gaat. Maar die redt dat niet. Die lijkt ook wel best wel moe gestreden die rechtsachter. Maar toch kwam hij nog een keer overheen. Maar de bal was niet op maat. Prima spelen daar aanvallend ook al aan die rechterkant passie. Ja, zeker. Ja. Ja, niet voor niks in de belangstelling van Feyenoord gestaan. Zeker niet. Dus, nu de doeltrap van Van der Steen. Die heeft nu ook wat meer tijd natuurlijk nodig. Allemaal lange ballen. Meteen inleveren. Dat is wel een beetje een vreemde bal. Maar toch Van Bakel die op kan pikken. En dan slecht aanspeelt op Leijten. Dan moet Den Bosch meteen weer in de verdediging. Jammer dat die bal meteen verloren wordt. Want dan breng je jezelf in de problemen buitenspel. Maar die wordt pas aan, als hij aan wordt geraakt. Nee, hij was geen buitenspel gegeven. Van Bijnen grijpt goed in. Lekker Mike Van Bijnen dan Kip. Die schiet hem maar gewoon naar voren. Weg met die bal. Kuipers rent er niet achteraan. En dan is het gewoon een... nog niet eens een ingooi, maar die bal blijft gewoon binnen in het spel. Wel, hij is wel uit geweest. Ja, ja, hij is uit wel geweest. Ik had dat niet gezien, dat kunnen we ook niet zien hier vanaf deze positie. Ook weer een hele felle Jack de Gier die daar staat te schreeuwen richting Van Bakel. Van, wat doe je nou? Kom op, tandje erbij. Ja. Dus het billenknijpen is begonnen nu in de 81ste minuut in Venlo. Een Bos dat nog steeds prima de druk erop kan houden. Alleen af en toe dan breken de Venlonaren door, maar dan ontbreekt er aan een goede voorzet. Nu weer Sebastian van Bakel. Maar ja, het is nu vooral wegschieten geblazen. Dat is wel lang, 10 minuten alles wegschieten. Ja, dat gaat hem niet worden inderdaad. Nee. Ze moeten wel blijven voetballen. Want anders wordt de druk veel te groot op het doel. Wordt helemaal gek, dat hier nu ook langs de lijn was. Ja, ja, ik zie het, ja. Die is weer ouderwets druk aan het coachen. Ja. Ik las ook ergens dat hij vorige week wat ingetogen was langs de lijn. Nou, er is vandaag niks van te merken hoor. Hij is heel druk aan het coachen en probeert zijn ploeg er doorheen te slepen. Want het is toch wel VVV Venlo wat meer gaat aanzetten. Oh, nou, ook weer niet overdreven dat je denkt van nou, nee, ze spelen ik voel ook hem aankomen die 1-1. Goed, maar... Nee, ze spelen ook niet goed VVV. Laten we hopen dat ze, dat ze hier niet op gelijk komen. Want ja, het is gewoon een hele mentale opkikker als je deze wedstrijd wint natuurlijk. Sowieso natuurlijk als je wint is dat mentale lekker, maar deze is natuurlijk uit de, bijna, wil ik zeggen, bij de poorten van de hel weggesleept. Tsima komt er weer uit. Ja, die keeper die moet je onder druk zetten, want die gaat twijfelen hoor, die keeper. Ja, die is niet heel zeker, nee, inderdaad. Terwijl we inmiddels in minuutje 83 zitten. En is het VVV dat het weer eens mag gaan proberen, lange bal. Ze gaan nu wat opportunistischer spelen, maar deze lange bal die mag vaker gegeven worden, want hij komt... Linea recta in de handen van Wouter van der Steen. Die rolt hem dan uit naar Kevin Vlida. Die kan daar een flink meters maken op dat middenveld. Ja. Goede bal op Ricardo Kip. Dan zie ik drie Bosschenaren voor het doel. Maar Kip die kiest nu even voor het balletje onder de voet. Om even de rust te houden en weer wat seconden te laten wegtikken. En dat, uiteindelijk wordt die bal daar geblokt. Hij probeert toch een voorzet te geven uiteindelijk. Dan mag Den Bosch gaan ingooien. Ricardo Kip naar Preben Stiers. Die kan daar de bal aannemen. Doet dat niet fantastisch, waardoor VVV weer kan overnemen. Maar die, ja, ik zei al, ze gaan wat opportunistische spelen. Ze geven een lange bal, maar Van der Bogert kan simpel opvangen. Van Bijnen nu weer.
Die geeft dan een lange bal naar Lach hier achter ons ook hoe Kip die bal kopt. Ja? Hoornekamp kan Rumbo wel van inzien. Oh. En ja, ik onderbak jou, ga door. Nee, ja. Nou, maar ga jij maar door nu, wou ik zeggen. Maar jij weet ook niet wat je moet zeggen, want het was weer wederom een lange bal van VVV. Ja, je ziet een Bos echt, Jos, dat ze iets lang, hebben van... Ja, die lange ballen, dat ja. Laat ze maar geven, want het is voorlopig weinig succesvol. Ja, ik vond ze veel gevaarlijker met die combinaties de laatste 10 minuten. Maar goed, daar komt hij weer, die keeper. En nu komt hij uit zijn 16 meter gebied. En, hij doet het nu wel met de voeten, maar een balletje breed, dat lukt nog wel. Ja, omdat niemand van Den Bosch druk zet. Natuurlijk, die kan geen risico nemen, daar heeft ze Den Bosch. Dan de hoge bal, ja, ook weer slecht, maar die kopt hij nog zeggen, wel knap door. Weer een goede bal, maar wordt toch doorgekopt. Geen overtreding daarvan van bijna, die doet niet eens iets. Toch nog Jansen, goed aangespeeld daar. Wie is dat daar? Invaller is dat, geloof ik. Goed voorgegeven. Goed verdedigd daar van Salasiwa. Die ziet de bal dan niet meer. Van Grunsven kan wegwerken. Goed gedaan goed daar gedaan, ook. Teun. Van FC Den Bosch. Salasiwa wist zelf niet dat hij die bal weghaalde. Hij was hem helemaal kwijt. Hij zat er goed tussen. Ja, hij zat er heel goed tussen. En daarna zat Teun van Grunsven er ook goed bij. Om die bal uiteindelijk weg te werken. Maar het is hier nog ongeveer een minuut of zes spelen tot minuut 90. Maar Den Bosch komt er nu moeizaam uit. Voelt de druk van VVV, maar VVV weet ook nog niet echt mogelijkheden bal te creëren. Bal belangrijk eigenlijk, hè, Jos? Ja, precies. Ze werken die bal wel iedere keer goed weg. Maar een keer de bal in de ploeg houden een minuutje lang, dat kan ook wel eens lekker zijn. Goed, VVV aan de linkerkant. Komt daar dan een voorzet? Nee, Van Bijnen die kan dat voorkomen. Doet dat goed met de sliding. Ja, Blom fluit dan ook niet voor deze flauwe. Nee, maar deze was volgens mij ook gewoon op de bal. Ja, keurig. Maar als dat weer die verschrikkelijke stijger hier voor mijn neus. Maar daar komt VVV alweer met Zorga. Die gaat dat dribbelen. Ja, die kan inderdaad wel aardig voetballen zo te zien. Van Grunsven wint daar duel. Overtreding van Zorga, Blom. Oh, oké. Hij geeft een achterbal. Ook prima. Of geeft hij toch een vrije trap? Nou, in ieder geval, de bal is voor Den Bosch. Duidelijke vrije trap was ook. Was er een duidelijke overtreding. Goed, de M-site, als die daar hadden gezeten, hadden ze ook geroepen. Dat snap ik wel van de supporters. Van de Steen nu zeggen van, ze blijven met dat bier op me gooien. Dus let je daar even op, Blom. Terwijl Victor van der Bogert heel erg sociaal en vriendelijk daar een bekertje teruggooit. Nou, dat is wel een goeie wat jij nu noemt, want gaan ze dan ook hier een rapport van maken? Dat vraag je dan ten eerste af. Dan kun je natuurlijk dat kan je maar eens even in de gaten houden. Ja. Of dat gaat gebeuren. Ben ik benieuwd, ja. Meten met verschillende maten, daar houden we natuurlijk absoluut niet van. Zeker niet. En ik hou er wel van als we hier met 0-1 straks weggaan. Dat uurtje richting Den Bosch nog terug. Dan rijd je toch wel lekker terug. Ja, inderdaad. Dan denk ik wel dat er een paar Hollandse nummertjes weer aangaan. En dan weliswaar zonder alcohol in het spel, maar dan gaan we toch wel even een beetje meezingen. Maar goed. Dat is niet zo vaak, hè, ook, hè, dat we uitwedstrijden winnen. Dus Jong PSV, dat was sinds lange tijd, geloof ik, weer. Dat we, tenminste, in mijn herinnering, klopt. Dat zo zat. Ingooi VVV nu daar aan de kant. Ik moet er even nadenken, zelfs aan de linkerkant van Den Bosch. Van de linkerkant van hun eigenlijk van het spel. De rechterkant van Den Bosch daar dan. En Den Bosch komt er echt niet meer bij. Hè. Die houdt de bal echt niet meer in de ploeg. De druk. Proberen natuurlijk wel af en toe daar in de counter gevaarlijk te worden. Maar ook dat lukt helemaal niet meer. En dan is het telkens tegenhouden. Pompen die bal erin VVV. Nee, ook niet. Daar gaat dan ook nog via de middenvelder. Die is ingevallen als ik het goed zie. En dat is, moet ik even kijken, Asanoussi. Uiteindelijk weer bij Roemer. Die heeft onverstoord. Die gaat schieten van een hele grote afstand. En die zit erin. Wat een doelpunt van hem. Wat een doelpunt, zeg. Ja, die maakt hij nooit meer. Maar die maakt hij wel tegen ons. Ja, het is een prachtig doelpunt, Jos. Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik hem helemaal niet heb gezien. Want ik wilde net een vraag gaan stellen. Wie moeten we gaan interviewen in de chat? Maar En het is 1-1. Ik zie hier mensen heel erg vrolijk kijken. Dus. En het is toch weer FC Den Bosch dat de deksel op de neus krijgt. Niet een uitgespeelde kans, maar een schot van afstand die er goed in gaat. Het was wel ver buiten de 16. Geen fouten in principe in de verdediging. Ja, hij zit er gewoon keurig in. Hij krijgt wel de ruimte om te schieten natuurlijk. Dat mag niet. Daarom is Van der Steen zo woest. Maar de gelijkmaker valt toch. En dan moeten we oppassen dat we niet nog helemaal de deksel op de neus krijgen. Hoe gaat Den Bosch hiermee om? Den Bosch nu in balbezit met Van Grunsven. Toch weer die klote 1-1 die we tegenkrijgen. En laat het hopen dat het niet erg wordt. Van Bakel, die hebben we helemaal niet gezien deze tweede helft. Dan Hens gemaakt. Nee, Leijten levert ook alweer in. Oppassen nu. Vrije trap daar voor VVV gegeven. Geen kaarten die Blom nog heeft nog op zak gehouden, alle kaarten. Ja, het is een domper. Je hoopt erop dat je hier weggaat in de laatste fase van de wedstrijd. Lijkt het toch weer mis te gaan. En nu ook weer een gevaarlijke vrije trap voor VVV. Ja, inderdaad. Daar komt
de vrije trap, ongeveer halverwege de helft van FC Den Bosch, komt hij dan met het linkervoetje. Maar het was een korte bal, Ricardo Kip doorzag het. En dan kan Den Bosch misschien nog een counter op plaatsen. Lange bal van Salasiwa richting Kuipers. Kan hij daar het duel winnen? Nee, dat kan hij niet. Maar Stiers kan hem wel opvangen. Is het Leijten, wilde ik zeggen. Maar het is toch Kuipers van bijna nu. Nou, kijk wat dit opgeleverd. Gooi hem tweede paal, zeggen ze hierachter. Dat doet hij dan ook. Maar dan is het Van Bakel die daar niet bij kan. Kevin Vlida die daar de bal niet kan opvangen. Is VVV die de bal opvangt. Maar Leijten zit daar prima tussen. Die kan dus ook als stofzuiger spelen, zo te zien. Terwijl we hier volgens mij een VVV Venlo supporter nu voorbij zien komen. Maar goed. Echt terugpoorter als hij er niet is, hè? Ja, goed. Goed. FC Den Bosch aan de bal. Victor van der Bo. Het gaat de helft van VVV op. Kevin Vlida. Dan komt het chipballetje richting Ryan Leijten. Komt hij daar bij Kuipers? Nee, Kuipers die is daar te laat. Dan kan VVV het weer gaan proberen met Hupperts. Hupperts die gaat daar die Zorga diep sturen. Die gaat dat duel aan met Van Grunsven. Dan moet hij wel juist timen. Dat doet hij dan van de Bogert. Oei, hij komt met twee benen vooruit. Dat kan wel eens een rode kaart worden. Rode kaart? Ja, dat zou me niet verbazen hoor. Dan ging met nee, ik denk het niet hoor. Ja, gele kaart. Maar Van de Bogert is daar zo onzeker weer. Je ziet het er gewoon aan alles. Hij maakt ook nog hands in die sliding. Nou, hij ging ook met z'n tweeën op die bal af. Hij heeft dus het was ook niet heel handig gedaan. De communicatie was niet 100% denk ik. En, angst zat erin. En dan gaan ze het weer moeilijk maken. Hoe ver is dit, Jos? 25 meter? Ja, zoiets. Dan wordt het nog een heet laatste. Nou, wat zal het zijn? 5 minuten. Want er zal nog wel wat extra tijd bij gaan komen. We zitten in minuut 90. Heb je die gezien, die extra tijd al? Nee, nog niet. Het is nog een halve minuut. Dus minimaal 3 minuten, maximaal 5. Verwacht ik. Vrije trap, VVV Venlo. Met Brian Coughlin achter de bal. De centrale verdediger. Die heb ik volgens mij vorig jaar al zijn bal zien binnentrappen in de Eredivisie. Dus Wouter van der Steen, ben op je hoede. Daar komt hij. Fluitje van scheidsrechter Blom. Coughlin. Die is goed, Coughlin. Hoor. Ja hoor. Ja, ik zei het nog. Die heb ik vorig jaar op dezelfde manier een bal zien binnentrappen voor VVV. Wat geeft de bos het af? Wouter van der Steen aan de grond genageld. Bal vliegt binnen bij de verre hoek. En dan is het toch nog 2-1 voor VVV Venlo. Zaten wij net nog te grappen en te grollen over een 0-1 overwinning. En dan wat muziek in de auto. Nou, ik denk dat er weinig muziek gedraaid zal worden op deze manier, want we gaan toch nog die Bietenbrug op. En de vrije trap zit er goed in. We kunnen die zien. Geen kans voor Van der Steen in ieder geval vanuit deze positie. En we zitten dan tegen 4 minuten nog erbij. En wat zit het tegen voor FC Den Bosch? En wat heeft VVV slecht gespeeld en toch gewonnen? Ongelooflijk. Of gaat Den Bosch hier toch nog een puntje pakken en dan is alles weer anders? Ja, dan moet het Den Bosch nu met z'n allen vooruit. En we hebben lengte. We moeten gewoon durf en lef tonen en dan zeggen, kom op jongens, probeer het gewoon. Van der Steen schiet de bal nog even uit. Ja jongen, die geeft dan wat frustratie. Wat een debakel, wat een domper hier voor FC Den Bosch. Dat het zo goed leek te doen op de counter, het wist vasthouden. Maar ja, in die tweede helft gaat het eerst goed en daarna voor compleet mis. Wordt het dan nog erger? Het lijkt op vorig jaar. Ja hoor, nee. Daar komt niemand aan. Van der Steen ook niet. Die bal gaat uit. Ingooi voor Den Bosch. Kip gaat ingooien. Heeft Den Bosch nog geloof? Het lijkt er niet echt op. Nee, die zijn ook wel aardig verslagen nu. Als je, wat is het? 5 minuten geleden nog met 0-1 voor staat. En nu sta je met 2-1 achter. En dan weet je eigenlijk gewoon dat het eigenlijk wel gespeeld is. Want de tank was al aardig leeg volgens mij bij Den Bosch. Terwijl Kip nu nog de bal kan overnemen. Lange bal richting Teun van Grunsven die nu voorin staat als extra stormram. En dan kan Kuipers nog overnemen. Roy Kuipers. Kuipers toch. Kom, speel die bal naar links jongen. Speel hem nou. Oh, ja, vrije trap. Vrije trap voor Den Bosch nog. En dan hebben we geen Hongkamp die bal kan nemen. Jissi roepen, Soef, jij moet hem nemen. Maar, en ook geen Soef Jan-Anach. Helaas zitten beide vrije trappen nemen ze hier al achter me op de tribune. Dus ik denk dat Ricardo Kip het wel eens kan gaan doen voor Den Bosch. Kippie gaat hem nemen, hoor ik Horenkampie zeggen. Of Kevin. Kippie of Kevin. Nou, Kevin Kip. Ik zie Salasiwa nu ook een beetje worstelen. Hij is hem even op, met Vlida. Maar uiteindelijk geeft hij toch de bal af aan Kevin Vlida. We hebben onlangs Kevin Vlida nog zien trainen op deze momenten. Dus alsjeblieft Kevin, laat je kwaliteiten zien. Ik hoor hier van Horenkamp dat hij gaat chippen. Als je hem erin schiet, dan vind ik het goed. Ik zie het liever een harde knal. Als hij hem gaat chippen... Als hij hem gaat chippen, dan gaan wij juichen. Van het 16 meter gebied kun je het wel zeggen. Hè? Of misschien een metertje erbuiten de vrije trap. We zien Salasiwa. We zien daar ook Vlida.
Wat gaat er gebeuren? Gaat Den Bosch hier toch nog iets pakken? Nou, zal het zou op zich verdiend zijn. Zal het een keer meezitten, Jos? Daar komt die bal. Nemen. We gaan gewoon door elkaar heen. Maar geven wij erom? Het is denk ik toch Salassi. Maar nee, Kip. Het is Kevin Valida. Het is Valida in de muur. In de muur. Dramatisch. Ben eerlijk. Was een hele slechte vrije trap. Den Bosch nog een keer. Pomp hem erin. Van bijna. Nee, goed gedaan. Goeie bal op Kip. Kip. Ricardo Kip. Nee. Zit ook niet in de wedstrijd, Kip, om dat te kunnen doen. Dan is het heel, heel jammer. Maar... Ja, dan is het inderdaad zonde dat... ja, dan kom je zo mooi met 1-0 of 0-1 voor. En dan uiteindelijk geef je binnen 5 minuten ja, geef je die wedstrijd gewoon weg. En dan ben ik bang dat, dat Jack de Gier, die we straks zullen gaan interviewen... En ook Roy Kuipers zullen we voor de camera zien. Dat, dat Jack de Gier wit heet zal zijn. Hoe uiteindelijk zijn ploeg het zichzelf hier tekort doet... Want ja, minimaal een puntje was toch wel verdiend geweest. Maar goed, de wedstrijd is er niet voorbij. Alleen ik zie het niet heel rooskleurig meer in. Het zijn natuurlijk doelpunten, die maken ze nooit. Ze schieten alles over en naast. Ja, en nu ineens klopt. Vrije trap zeggen, erin. Ik vond die Roemer bij VVV ook wel aardig spelen. Die zat er wel lekker in. Het is natuurlijk wel weer een ongelukkige rol voor Victor van den Bogen. Die zich dus niet heeft bewezen deze tweede helft. Zeker niet, vind ik. Die daar een hele handige overtreding. Handig was die goed. Wat hij daar deed. Maar het was ook nog wel een afstand dat je dacht van nou misschien dat de keeper daar bij had kunnen zitten. Maar goed. Het is afgelopen. En dan is het afgelopen. Ja. Kevin Blom die fluit voor het laatst. Blijdschap hier natuurlijk, maar teleurstelling bij FC Den Bosch. Op de grond ligt daar Van Gunsven kapot. En zo draait de VVV alles in 5 minuten nog helemaal om. Ja, ja, wat moeten we dan nog zeggen? Ja. Dan, wat ik al zei, het was een puntje had verdiend geweest. Maar het wordt er uiteindelijk wederom 0 voor de vierde keer op rij. Wit heet komt hij hier voorbij, Jos. Daar komt hij. De Gier, kijk maar even. Ja, die wit heet. Ik zou hem bijna rood willen noemen. Zo boos is hij. Dus die zal even af gaan koelen, denk ik, voordat we hem straks voor de camera gaan zien. Die heeft ook geen... die loopt gewoon linea recta weg. Ja. Terwijl de spelers waarschijnlijk nog wel... Ja, maar die is natuurlijk ook ontzettend zuur. Voelt hij zich dan in de steek gelaten, denk ik. Als je 5 minuten voor tijd nog met 0-1 voor staat en dan uiteindelijk met 2-1 naar huis gaat. Dan is dat gewoon heel erg zuur. En dan verliezen we dus 4 maal op rij. En dan zitten er wedstrijden tussen dat totaal niet had gehoeven. Nee. Ja, jongens. Nou goed, we willen jullie in ieder geval toch weer danken voor het kijken en luisteren natuurlijk naar ons. Ondanks dat we hier met 2-1 verliezen, hebben we het weer met liefde en plezier voor jullie gedaan. En hopen dat jullie de volgende keer weer... zullen luisteren naar ons, maar... Tegen wie spelen we? Ja, we spelen eerst Jong AZ thuis. En dan de uiterstrijd moet ik je heel even schuldig blijven. Emmen, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Emmen uit. Dus, dan laten we hopen op een keer 3 punten weer voor FC Den Bosch in de eigen vlier dan tegen Jong AZ. Dat het natuurlijk wel ook heel veel goed doet. Want 6 uit 6. Had meer ingezeten. Ja, en we hopen jullie aanstaande vrijdag in ieder geval weer te zien in... is Stadion de Vliert, waar Den Bosch dan tegen Jong AZ speelt. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Dus koop een kaartje, ben erbij en steun onze ploeg. Bedankt Dank voor het kijken en luisteren.